Klik pedalen vast. Dit is Arière de la Couche. Arriere de la Couche wordt mede mogelijk gemaakt door Koespret. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen, Arière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt, van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 79, ik ben Michiel Beemster. Hey, en uh, wil ik er normaal gesproken beginnen we altijd met de vraag, hebben we nog gefietst dit weekend? Zeker. Maar in over dat we gefietst hebben. We hebben echt een fantastische clinic gehad. Ik ben, een be ik ben een beetje verliefd geworden dit weekend. Ja, jij bent echt verliefd geworden op het mountainbiken. Ja, nee, ja. Ik, ben, ik, ik, ik snap ook niet, want ik heb het in het verleden best wel vaak gedaan. In uh, Berg altijd, schoren Schorel, Parcours. Ja. En op een gegeven moment uh, heb ik zelfs een fiets gekocht. En op het moment dat ik die fiets gekocht heb, heb ik nooit meer erbij. Ge nee. Dus die fiets is op een gegeven moment ook uh, voor uh, 50 euro uh, is, die, uh, is die verkocht. Uh, ja. Met pijn in mijn hart. En uh, toen heb ik het eigenlijk. Dus ik heb het nooit meer gedaan. En nu uh, kwam het dus zo uh, dat. Uh, ja. dat uh, mijn kliniek werd aangeboden. Op mountainbike mijn kliniek ja. van Jeroen van Eck. En ik was natuurlijk al heel enthousiast. Dat vertelde ik jullie natuurlijk heel vaak. Ah, het is zo vet, jongen. Mountainbike. Ja. En natuurlijk. helemaal laten gaan. En. Ja, nu mocht je mee. Ja, dat gingen we eens twee in de klink. Ja, ik, was... echt, ik, vond het echt, ik vond het echt mega. Dus uh, ja, ik uh, heb vandaag uh, al meteen een beetje het internet af, afgestuurd... om toch te kijken, nou, misschien moet ik toch maar weer een mountainbike... Uh... Maar het is, het is misschien ook wel leuk om te vertellen dat we een clinic hebben gehad van uh, Jeroen van Eck. Ja, 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 ja. En uh, dat kan ik echt iedereen aanraden. Hij ja. nam zoveel tijd voor ons, hij legt het zo goed uit en we hebben zo'n toffe, toffe rit ja Maar dan gemaakt. moeten we het toch nogmaals even een beetje verder uitleggen, want Jeroen van Eck is dus echt niet zomaar iemand. Dat is dus uh, de Europees kampioen MTB Eliminator. Ja. Uh, en uh, ja, wat is dat? Nou Dat weten we eigenlijk nog steeds niet, want we hebben gisteren gewoon echt de kliniek <laughs> gehad in de borst op de single ja. track. Dus we gaan nog een keertje bij hem terug op de podcast. Voor een podcast. Uh, die komt er nog aan. Ja, maar hij doet. Dus eigenlijk een, een discipline van mountainbiken wat uh, uh, anders is dan wat Ma Mathieu van der Poel doet ja. en, uh, en, uh, en ook niet uh, het is niet heel lang. Ze gaan met meerdere uh, uh, mountainbikers tegelijk starten, en dan doen ze een kort parcoursje. Ja. Maar hij vertelde dus ook. Uh, we hebben het nog wel eens over gehad uh, en ik kijk meteen Peter aan. Weet je nog dat Tom, P Tom Pitcock toen het uh, 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 wereldkampioen e-bike werd? Ja, klopt. En toen hadden we zoiets over, ja, wereldkampioen hierbij wat is het nou precies? En waar, hoe werkt dat dan? Want uh, je hebt gewoon een motie in je fiets. Maar hij heeft dus ook daar in dezelfde wereldbeker mee gedaan. Waar Pitcock een wereldbeker won, werd hij bijvoorbeeld derde. En hij had een gemiddelde hartslag van 184. Ja, maar je moet even voor gas geven. Ja, maar, ik moet, ja. maar dat ik was echt uh, flabbergasted. Okay, Wat dacht jij dan ik. dat dat was? Ja, maar, op een maar, stadfietsen? Nee, natuurlijk nee, 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 nou, niet. Maar het was wel het meer is, zo. Ik, ik, rij, ik rij wel <laughs> veel door de bossen en, en je komt ze echt veel tegen. En dan zie je ze heel alsof ze in slow motion fietsen. Ze ja, rijden precies. heel rustig. En dan denk je wel, als ja, je gaat, ze rijden op een IMTB en een, heb je toch een lol in. Je, doet, je moet helemaal niks doen. Je bent een beetje aan het meetrappen. En je gaat hard. En, en, en je pakt die, die, die trail pak je dan. Ja, maar, goed, maar het is ondersteuning. Heb jij wel eens op een elektrische fiets naar de ja, supermarkt Nee, maar ik, 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 heb, ik, ik, heb, ik heb iets tegen elektrische fiets. Ik ga niet op een elektrische fiets tot ik uh, bijna dood ga. Die staat. Die staat. <laughs> nee, ik kan die niet langs dan doodgaan. Nee, maar goed, om even een lang verhaal kort te maken. Het was echt uh, Jeroen van Eck. Het is geen sponsoring. Het was gewoon mega, ja. mega uh, leuk. En uh, ook gewoon, hij vertelde ook gewoon. En doet Toffe ook gast de vergast ook echt. Ja, maar gast. hij zegt ook gewoon: ja, ik geef clinics, maar ik geef alleen maar clinics aan mensen die wel gewoon goede conditie hebben. En, 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 en die talenten. Uh, hebben. Die, 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 ja, dan zei hij ja. dat. Ja, dat zelf bij bijna. Maar die ook gewoon uh, als het ware vaker fietsen. En daardoor, uh, <laughs> ja, gewoon uh, wat makkelijk kunt doen. We ging echt er wat dieper op in. Dus nogmaals hartstikke leuk, Jeroen van Eck, We komen nog een keer terug. Nogmaals bedankt. Ja. Maar eigenlijk moeten we jou als eerste feliciteren, Peter. Ja, dankjewel. Want je ziet er toch nog verdomd fit uit voor iemand die uh, een week lang niet geslapen heeft. Nee, nou ja, ik wil deze week voor de tweede keer vader geworden. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb een hele leuke week achter de rug. En hij uh, doet de meest een koning. Dus uh, ja, op, misschien wel een opvolger. Maar uh, ja, hij doet het goed en hij groeit Limitje, goed. Limmetje, sprinter, goed. wat is het? Nou, dat weet ik nog niet. Uh, hij, wel, is hij is wel heel sprintje. druk. Sepp is meer een... Uh, meer een uh, een grote ronde rennen volgens mij. Gaan uh, we nou, niet aan de a, beentjes zien? Dikke bovenbeentjes. Als je sprinterfees hebt, heb je het van zijn moeder. Maar, oh ja. En, uh, ja, die is baan sprinter op de uh, ijs. Oh, okay. Dus uh, ja, dat uh, zou kunnen. Oké. Okay. Maar ja, goed, goed Peter, uh, een uh, leuke week gehad we, en daarvoor uh, een strandrace nog gereden. Dus ja, ik, uh, mijn benen doen het ook wel. Oké. Okay. Nou, we hebben sowieso natuurlijk een mooi presentje nog uh, in, de, in de gedachten. Ariane. Uh, gaan we even met Diane uh, openmaken. En uh, uh, Diane, sorry. En. Uh, ja, we horen wel eens van je, wat je ervan Dat vindt. Ga ik zeker doen. Hey, maar we zijn hier niet alleen. Want uh, we moeten hem even inleiden. Een aantal weken geleden, toen. Uh, toen vertelde ik al dat op een gegeven moment ik liep uh, in Hoorn over de markt. En ik kreeg een berichtje van mijn vader. Uh, die had een boek gekregen. Uh, die houdt erg van wielenboeken Hij had een nieuw boek. En hij zegt in één keer van, uh, ja, ik heb een nieuw boek over de Rabank wielenploeg En jullie staan uh, daarin als, uh, als bronvermelding. Dus ik zeg, we staan hier een bronvermelding in een wielenboek?" Ik zeg, nou, dat wordt toch helemaal uh, gek worden. Ja. Dus ik meteen uh, Wilco uh, en Peter ook een bericht gestuurd. En ik had dat boek dus liggen. En ik ben gaan kijken. En ik zeg, daadwerkelijk staan we daarin als, als, als bronvermelding. En toen op een gegeven moment uh, hadden we het in de podcast erover natuurlijk. <laughs> en uh, we ook de, de volgende dag dat als een tweetje geplaatst. En toen was het volgens mij, wie was het van Rens, bij? Rens, Rens, Rens Muller. Rens Muller, die had dan weer uh, contact met uh, uh, de schrijver. En uh, Maarten Kool uh, sloot. En uh, via via hebben we wat contact gehad. En toen zei hij, nou kom gewoon langs langs. Dan gaan we het erover hebben in de podcast. Dus welkom uh, Maarten. Welkom. Dit dus is het eerste gesprek van het boek. Waarbij ik kijk naar een nep openhart op een tv. En <laughs> decolleté van de paspop. Daar, uh, ja. wel, hey, welkom bij Ariel. Ik goed decor. Maar bevalt het? Zeker, ik heb er veel zin in. Ja, ja, ja. ja nee. Echt superleuk. En, en, ik en zit er zitten ook... lekker warmpjes hier ook. Ja, ja, ja. Ja. ja, Je hoort ook serieus, er zit ook wel een beetje geluid zit bij. Dus je hoort. Er uh, zit er geen het het geluid in. De de vuurtje. <lacht> <lacht> het het, het, het grappige is, dat weet jij dan niet. Maar als het mooi weer is, dan, dan zitten we ook vaak hier bij Peter. Uh, uh, thuis. Alleen dan zitten we in de tuin en dan hebben we een vuurkorst staan. En dan worden we op een gegeven moment bijna zo warm dat we uh, bij de vuurkorst weg moeten. En nu hebben we hem in onze nek alleen een <laughs> CSGO. Dus, ja, joh, hier kan alles, hier kan alles, hier kan alles. Maar uh, Maarten, uh, ik vind het ten eerste super tof dat je, dat je hier bent. Uh, en uh, het is ook gewoon leuk hoe het dan loopt. Want, want dat boek dat lag al echt een tijdje bij me. Ik heb gezegd toen ook nog niet uh, erin gekeken. Ik had ook uitgelegd waarom. Want ik was nog bezig met Harry Potter. Zullen wat, mensen wat waren denken. het de kleine letters, of wat was precies het? Nee, ik was nog bezig met Harry Potter. Ah, ja. ja, dat is, dat is ook. Ik heb echt geen gelul. Hoe ver ben je nu met Harry ja, Potter? Ik ben nu uh, in... Uh, ja, dan gaan we het over Harry Potter hebben. Ja. Ik ben, in, ja. In, ik ben in nu... To ja, precies, toch. Ja, precies. Zo is het. Ik ben nu in boek 5, Dus ik heb nog eventjes te gaan. Ja, nee, lang verhaal. Mijn dochter was helemaal gek van Harry Potter. En toen dacht ik... Nou, ga zo die boek ook eens lezen. Maar uh, ja, en nee, hij goed. Uh, uh, het boek heb ik dus liggen en op een gegeven moment uh, uh, hebben we contact gehad. En uh, ja, ik, uh, ik vind het heel leuk dat je hier bent gekomen. En uh, ja, niet dat we het hele boek gaan doorspitten van regel tot regel. Maar we hebben wel gewoon wat vragen. En ik ben wel gewoon wel benieuwd hoe dat allemaal zo is, uh, is ontstaan. Uh, misschien kan je eerst gewoon even kort uitleggen wie nou precies Mate Kolsloot is. En uh, <laughs> okay. dat is misschien het makkelijkste. Nou ja, ik schrijf graag sportboeken. Uh, dus dat heb ik de laatste jaren vaak gedaan. Uh, ik heb journalistiek gestudeerd en psychologie gestudeerd. En ik wilde altijd journalist worden, eigenlijk al vanaf dat ik heel jong ben. Dat ik denk uh, 13, 14, 15 zo ben. En ik ben altijd gek op sport geweest. Uh, dus veel sport gedaan. Uh, een jaartje bij FCM'er rondgelopen, daar onder andere voor de NOS. Uh, met Nienke de Loof, mijn collega, een internetserie gemaakt. En het tweede deel van het jaar ben ik een boek gaan maken daarover. Veel met honkballen gedaan. Uh, ik heb in Amerika gewerkt, ook als uh, verslaggever. Uh, dus dat vond ik heel leuk en uh, nu werk ik bij de Gooi in Eemlander in, uh, in het Gooi en schrijf ik over media, uh, maar ook over de zaak Mallorca, die jongens die op uh, Mallorca, okay. okay. meerdere mensen hebben mishandeld uh, en jongens overleden. Dus eigenlijk heel breed, maar sport vind ik wel het allerleukste. Dat is mijn, mijn jeugdliefde en uh, het, het mooiste om over te schrijven, wat mij betreft. En, en, en op een gegeven moment, je hebt nu dus, dus, dus onder andere dus een boek over Emma geschreven, het uh, boek over de, de Rabo-ploeg. Donald Trump is niet gek, vergeten we nog trouwens. Het was nu precies een jaar geleden dat we een theatertour hadden en een boek met die titel. Uh, Oké, een okay. theatertour <laughs> ja. ook echt. Ja. Okay, okay. Want je bent ook echt correspondent geweest in Amerika, voor twee jaar zat je. Ja. En, en waar zat je dan precies in Amerika? In Washington. Dus uh, ik was een freelancer, dus ik schreef onder andere voor het, uh, het ANP, die ook mijn visum uh, uh, ja, hadden mede hadden geregeld zeg maar. ja ja en uh, nou ja vond ik een leuke stad ik had ooit uh, stage gelopen in een presidentscampagne in Amerika ook en bij een uh, senator stage gelopen in Washington dus die uh, ja ja ik vond het een wel een boeiende plek dat is op zich uh, ja minder sexy dan New York of, of een heleboel andere grote steden maar het beviel mij wel redelijk goed ik vond de ja politiek vind ik uh, boeiend en zeker toen vond ik het heel leuk uh, en het was nu niet, wel... huh? nu niet meer nu niet meer ja, ik, ik, mee weet, mee, ik was er de... toen meer van onder de indruk. Zo van, het is een soort van American Dream of zo. Of iets heel bijzonders. En nu zie je dat het zo... Ja, het hangt toch heel erg tegen corruptie aan. Hè? De, je hebt ontzettend veel geld nodig... om, om welke uh, politieke positie dan ook te krijgen. President, senator. Uh, daar zijn miljoenen mee gemoeid... om überhaupt te kunnen worden dus dat systeem is wel zo verrot dat ik dat ik dat niet meer als heel mooi zie. ja, maar ja ik heb er wel met veel plezier altijd gewerkt en, okay, en, okay. en ben ik er geweest. en, en, en je, 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 je houdt ook heel erg van honkbal is dat dan ook daardoor gekomen of is dat dan een en en situatie? nee ik denk dat het stiekem de reden is dat ik ooit eens met Amerika ben gaan doen omdat ik dan dichter bij honkbal precies zijn. een beetje de kippen en het ei. ja en, uh... nee, ik denk dat dat wel zo is. ja dat vond ik als kind heel leuk. we bouwden dan honkbalstadions van Lego. ja weet ik die, die sport op een of andere manier heeft mij en, en mijn broer dat hadden we samen en gegrepen. Ik heb het nooit gespeeld of zo, maar we vonden het altijd fantastisch ja? om uh, te kijken. En, en, en nu, nu wij nu praten, zijn de World Series bezig. De finale ja, van het gelijk, he? seizoen. Ja, nou ja, nee 3-2 nog steeds voor, oh, okay, uh, okay. voor Atlanta. Maar ja. uh, Houston heeft een wedstrijd gewonnen. Dus het stond is 3-1. Dus dat is 3-2. Nou ja, zesde wedstrijd is donderdag. Dus dat heeft me altijd bezig gehouden. En eigenlijk, ik denk naast honkballen, fietsen. Vanaf heel jong. Uh, mijn, mijn ouders waren er ook gek van. Die waren dan ik, denk 1993. Was dat die toer dat de uh, Jascula derde werd? Zenon Jaskula, 93, denk ik. Ja, denk ik. Dat is ik. voor mij net de volgende. Romingen Jaskula en dan uh, in de Rijnwold. En voor mij waren Romingen en Jaskula in uh, Kaam, bij de 8 van Kaam. Ja. Dus ja. toen was ik 11, uh, denk ik, die zomer. En mijn ouders waren ook een wielengekken. Dus dan waren daar uh, uh, Wim van Est en Wout Wachtmans, die leefden nog. Ja. Dus dan, uh, dan liepen we daar door de, ja, wat zal het zijn, de Dorpstraat in Kaam of zo. Dan ja, de dan geval ja, ja, de ja. E straat daar in Kaam. Ja, die straat daar de kermis. Mij, maar, uh, precies, daar. Bij de kerk en de kermis, daar, ja. he, zeg maar Kaam. En dan lopen we daar bij die tribune. En mijn moeder die roept ze Ah, oh, dit is Wout Wachtmans en Wim van Est. Dus moesten wij, we wisten natuurlijk, we waren elf, weet je wel. Ja, we, we wisten <laughs> natuurlijk niet helemaal wie dat waren. Nee, behalve nee, dat nee, ze relatief uh, ouder uitzagen. Op de ja. foto en zo daarmee. Dus we zijn heel erg opgegroeid met, dat, met al die... beetje die die historie en al die verhalen. En dan natuurlijk... Want dan mijn vader wilde natuurlijk vertellen van... Uh, met dat horloge van Wim van Nest van, uh, ja. ja, ja, ja. Pontiac, ja. uh, wat was nou? Uh, ja, Pontiac. Ja, tipstar, ja, Pontiac, nou, dat Mijn nou, hart stond stil en mijn ja, Pontiac tikte Ponti nog. Ja, exact dat, <laughs> ja. That, ja. ja, ja, ja. ja. Nee, en dan uh, ging mijn vader allemaal verhalen bij vertellen... dat je had zuinig op je spullen moest zijn en zo, dat soort dingen, weet je wel. dat wijze les. Was, ja, nee, nee. <laughs> wezen, ja. En nu heb ik een van de plastic horloge Polar om mijn pols. Ik heb er niet zoveel van opgestoken, maar die, uh, ja. uh, over mooie horloges. Maar die, um, dus dat kregen we thuis wel heel erg mee. Die geschiedenis en die verhalen die daarbij horen. En, uh, nou ja, ik vond het ook wel mooi. Dat heroïsche van zo Van Est van toen. Later leer je natuurlijk dat het gewoon... Ja, ook voor hun een de wereld was waar we al van alles gebruikt werd en ze naaiden elkaar onderling. En die Pellenaars was geloof ik een ploegleider, bikkelhard Bickelhard. en uh, daar hadden ze niet heel veel goeds altijd van te krijgen. Ja, maar uh, dat vond ik wel mooi, dus dat heeft me altijd wel uh, ja, vanaf kind af aan gegeven. Ja, ja precies, precies. Dus, dus, dus de verhalen zaten er ook wel voor een groot gedeelte al een beetje, een beetje in. Uh, en uh, ik vind het ook wel mooi van dat, dat honkbal... Ik heb, ik heb zelf ook zo'n heel dik boek liggen, nu we het toch over boeken hebben. Dat heet De, 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 de kracht van het veldspel. De Art of Fielding. Ja, de ja, kracht ja, van het ja, veldspel. Ja. Ik, ook nog niet gelezen, maar dat, dat, dat boek was op een gegeven moment ook volgens mij het spoedboek van het ja. jaar. Dus ik, ik heb hem ook niet gelezen. Nee, ik, kwam, ik, ik ben eraan begonnen, en ik, maar ik kwam er niet echt. Ik heb precies zo. hetzelfde. Okay, okay. Dus dat is, geen, uh, dat is iemand die van honkbal houdt. Maar ik, ik ben er ooit aan begonnen. Zelfs ja, een beetje. Uh, een beetje cryptisch beschreven hier en daar toen dacht ik op een gegeven moment van nou uh, ik kan me niet echt lekker in als je dan zelf ook niet die termen allemaal kent ja. dan kom je niet in een sportboek terwijl ik echt ik had het ergens gezien voor mij bij de wereld daardoor. door toen dacht ik ja nou, dit, dit moet ik lezen maar ja goed de, ja ik uh, kwam van een koude thuis. dus uh, maar ja, goed dat je is weer niet de enige al... nee ik ben nee. oké okay, nou ja, dat is goed om te horen dat ik dat inderdaad dan niet ben um, maar dat is een beetje dus, 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 dus jouw ja, verleden. Uh, en op een gegeven moment, wanneer ben je eigenlijk tot het punt gekomen dat je dacht van nou wielrennen uh, en ik ga daar zelf eens wat meer over schrijven. Ik had in 2014 een boek uitgebracht, Strike Out, over twee broers uit Haarlem, Jason en Gregory Halman, twee honkballers. Ja. En in een psychose vermoord Jason zijn broer Gregory. Dat is uh, ja, deze periode is ongeveer precies tien jaar geleden, in 2011 geweest. Uh, ook hier in het najaar, de donker weer, herfst weer in Rotterdam gebeurde. Dit. En ik Keur. had dat boek gemaakt en dat kwam uit. En uh, toen kwam een collega van mijn vriendin, die uh, bij de mijn vriendin werkt bij de NOS. En, en haar collega dan uh, vanzelfsprekend ook. Dus die, die, die zei tegen haar: Van voor mij heb ik een idee voor Maarten, wat hij uh, kan gaan doen, of uh, weet ik veel wat. En uh, Hugo van de Parren, die ook. Uh, ja, echt de bedenker is van dit boek. Dus we, zaten, we gingen lunchen en uh, hij zei: Nou ja, hij had wat ideeën. De, de andere ben ik vergeten. Maar eentje was: De Raarbank heeft geen biografie. Toen zei ik: Nou, dat klopt. Uh, ja, en dat was eigenlijk een beetje het einde van het gesprek. Want ik had wel door dat dat, wel, dat idee wel klopt. Alleen het was zeg maar 2000, uh, ja, ik denk dat dit in 2015 of zo is geweest, zoiets. 2015, ja. En uh, nou, ja, ja, nou ja, toen zei ik: Ja, Hugo, dat klopt. Ja, nou ja, laten we dat gaan doen. En van dat laten we dat gaan doen heb ik wel spijt gehad, moet ik zeggen omdat... Spijt. Ja, in okay. de toen. Ja, nu vandaag niet. Vandaag vind ik het wel hartstikke leuk. Ik bedoel, ja. Nu, uh, ja, ja. Uh, ja, dus het is super tof. Mijn boek is nu een paar maanden uit en ik kan er met jullie nog leuk over praten. Dus dat is alleen maar fantastisch. Ja. Alleen de jaren na 2015, die vond ik niet zo gaaf als het gaat om dit uh, project. Omdat ik realiseerde me wel van het is er niet. En ik realiseerde me ook hoe je het dan moest doen. Want er is natuurlijk al best wel veel gemaakt. Hè? De, alle uh, Thomas Dekker, Bowert. Hij ja, heeft wel drie of vier boeken gemaakt, geloof ik zelfs. Hij. Ja, klopt. Uh, Dekker inmiddels ook al twee. Uh, dat is ook wel ja. knap. Twee autobiografieën op je 738e. Ja. Ik, ik vind het wel redelijk uniek, ja. weet je wel. Ja, zeker, zeker. En ik geloof in, in de, dat ik hem vorige nog een keer ergens hoorde zeggen dat hij overwogen om een derde boek te maken. Oké, okay. nou, ja. Dat is wel knap. Het zal meer een, een boek over een laydown leven worden, denk ik. Uh, dan. Ja. ja, ik weet het. Ja, ik, ik bedoel, ik denk dat je over mij misschien twintig uh, pagina's komt en dan val je in slaap. Ja, maar ja, hij ja, heeft ja. drie boeken in zich. ja. 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 Er zijn al heel veel verhalen en, en meningen. en... en, en. Dat, dat, dat bestaat er inderdaad al. Ja. ja, dus dat is er veel. En dan dacht ik van, nou ja, als je dan iets nieuws moet bieden, of iets extra's, of iets wat daar dan. Nou ja, dan moet je heel veel mensen spreken, en uh, heel ver gaan en zo. Nou ja, en dat kost tijd en geld. En, en tegenwerking, want niet iedereen vindt het leuk natuurlijk. Want dat, ja, zeker die hè, de 2007, die periode, komen we vast erover. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen heel pijnlijk. Ja. En Rasmus in de gele trui uit de Tour. Dus het is eigenlijk een heel moeizame zoektocht geweest. Eigenlijk het eerste wat ik deed, van, ik kende denk ik uh, anderhalve wielrenner. Uh, de ene was Danny Nelis, de andere Jeroen Blijlevens. Althans, dat had ik ooit een keer mee op 6 uh, op gefietst, met de op 6. ja. ja. Dus, uh, nou ja, de Blijlevens die reden niet bij Rabobank. Dus dat vond ik niet meteen de, de beste om. Uh, heb ik overigens later wel gebeld. En een paar goede anekdotes. Want die is ooit wel eens benaderd dan voor Rabobank. Ja. Dus dat was leuk. Maar ik dacht, Danny Nelissen die praat altijd over uren. En die wil vast wel. Maar die had geen zin. Dus dat was jammer. Dat was ik door mijn enige bron heen, zeg maar. Dus dat die had was ook wel uh, een beetje wat naar gevoelde volgens mij. <laughs> ja, ja, ja. En ja, ja, die was waarschijnlijk dat, bang voor de waarheid. En, ja, uh, ja, dat zat ook wel in het boek. Ja dat, ja, allemaal, dus, uh, ja, dat lees je. Ja, helaas, Danny. Je leest dat ook wel terug. Maar, uh, dus. dus ja, dat was niet echt een lekker begin en ja, het heeft wel een paar jaar geduurd en ik een beetje vaart in uh, kreeg. Ja, dat is eigenlijk het, het, het simpele antwoord. Ja, precies, want ik, uh, ik was uh, net toen ik hierheen reed uh, dacht ik even, nou kijk, okay, ik vind dat wel interessant te weten wat uh, onze gast allemaal heeft gedaan. En ik uh, luisterde een podcast met jou, bij Kink, ja. uh, voor mij van juli dit jaar. Ja. En toen vertelde je eigenlijk, en dat, ik vond het... Ik vond het best wel treffend, want ik heb het zelf ook altijd zo ervaren: uh, dat de rabobank ploeg kwam. En toen kwam het ook een stukje over Michael Bogert: ja. dat je daar best wel tegen opkeek. Ja, enorm. En ik had echt gewoon als, als sportheld vroeger, en misschien wil ik ook wel. Dan was, als, als mensen mij zouden vragen wie is, jou, wie is jouw sporthelder, dan was dat Michael Bogen. En, uh, en dat is ook wel misschien het, het, het grappige waarom ik echt leuk vind dat je hier bent. Want die Rabankploeg heb ik vorig ook in de podcast al verteld voor de mensen die dat nu voor de tweede keer horen. Maar het is echt een beetje met mij meegegroeid. Mijn moeder werkte bij de Rabank. Op een gegeven moment werd het een beetje bekend dat de Rabank een wielerploeg zou, zou, zou komen. Nou, op een gegeven moment was dat er. Op een gegeven moment wonen natuurlijk Bogen die etappe. En het is de hele tijd zo'n beetje met het meegroeit. En, en toen in 2017 was ik, waar Wilke bij was, Peter niet, waren wij in Frankrijk zelf en toen uh, zaten we op een camping aan de en elke dag gingen we wielrennen kijken voor uh, uh, de televisie Rasmussen. daar voor Rasmussen. we zaten vlakbij ook ja. trouwens daar toen in de Pyreneeën en er was steeds een Frans mannetje en die uh, ja die die was we hadden we steeds wat aftroeven want die uh, ja nou, die die Fransen presteerden niet en onze ploeg ja, dat die dat deed dat was het jaar dat Rasmus in het geel reed. en en de overwinning kon kon hem eigenlijk niet meer ontgaan. Nee, ja, maar dat jaar Precies. was dat. Ja, 2007. En ja, we, we hadden zoveel lol en we waren we zo hadden blij. We hebben die man, man zo dag. vaak uitgelachen. Tot op een gegeven moment dus het nieuws kwam dat hij uit die tour moest. Ja. Wat ik er eigenlijk maar wil, wil zeggen is dat op een gegeven moment al die jaren dat het, dat het zo met ons meeging, was het gewoon een soort van rode draad die continu weer door ons leven letterlijk even gelukkig fietste. Als ik nu ook bijvoorbeeld in jouw boek uh, net nog eventjes, uh, voordat we de podcast gaan opnemen, dat het nog een keer doornam, dan, dan kwamen er allemaal andere herinneringen bij boven. Dus dit is echt gewoon zo'n zo project geweest zoals het misschien andere uh, uh, ja, de generatie voor ons dat met de Rally-team uh, dat heeft, ja. of met uh, het PDM-team. Is dit gewoon echt, als, als je mij laat zo vragen, welke ploeg heeft bij jou de beste? Of de, de meeste herinneringen als het gaat om sport, dan zou dat de ploeg zijn. En dat vond ik daarom ook nog weer zo bijzonder dat wij daar als bronvermeldingen werden genoemd. En dat maakte wel weer heel veel dingen wat het bij elkaar bracht. En um, wat, ik, wat ik dan ook een beetje, want net, net zei je al van, nou zo ben ik begonnen, maar je had dus echt totaal geen binding met het wielrennen. Of had je wel echt een bepaalde binding ook? Ja, ik vond het heel leuk. Dus ik heb altijd, ik ging als student uh, ook naar uh, de Ronde van Vlaanderen en daar uh, zoveel mogelijk uh, onderweg bekijken en zo. Dus dat deed ik al wel. En dat deden we in mijn jeugd ook. We WK in 98 zijn we geweest. We gingen naar allerlei uh, wedstrijden als gezin ook. Dus dat wel. Alleen met de sport als in beoefenen. Nee, ik heb echt nul talent om te fietsen. Uh, ...en als journalist had ik daar ook niet veel mee gedaan... ...weet je wel, ik had wel eens, was wel eens wielrenners tegengekomen... ...maar ik had daar niet een netwerk in of zo... Ja, precies. Uh, dus, ...dus dat werd in het begin ook wel gezegd... ...van ja, dan lukt het je niet... ...want het is toch een gesloten wereld... ...nou ja, je, je kent al die termen wel... ...maar ja, kijk... Um, ...ja, toen ik ooit me, met het honkbal begonnen naar boek over schreef... ...of in Emmen, ken ik daar ook niemand... ...ja, uiteindelijk is het toch gewoon... ...jezelf uh, ja, voorstellen aan mensen... ...vragen of ze met je willen praten... En, als je een beetje normaal gedraagt en een paar beleefde vragen stelt, dan kom je toch wel aan de ja. eigenlijk. Ja, dus maar het maar lijkt mij, kijk, als je bijvoorbeeld een boek gaat schrijven over dat Ajax de James League wil wonen in 1994, 1995. Ja. Dan, dan word je met open armen ontvangen, want dat is een succesverhaal. Dit, dit is ook wel een verhaal waarbij natuurlijk uh, heel hoog ingezet is. Ook echt wel grote overwinningen zijn gepakt, maar het is ja. natuurlijk niet... Ja, 2007 is natuurlijk heel uh, smet op het, uh, het vragen. Maar het is ook niet zo heel lekker geëindigd. Dus met, hoe begin je dan nou met zoiets? Want, want ja, ik krijg juist een beetje uh, wil iemand daar echt nog wel veel over praten? Ja, nou ja, ja, zeg het maar. Ja, je, je hebt natuurlijk ook te maken natuurlijk met het feit dat er heel veel al wel bekend was, maar dat er heel veel ook nog niet bekend is. Of misschien ook nooit gaat komen, of dat het er ook helemaal niet is. Maar dat er nog een heel groot vraagteken hangt. En ja. Ja, die zal er altijd nog wel blijven. Maar ja, dat, dat, dat maakt zeker. het natuurlijk ook misschien wel leuk en interessant. Ja, nee, en en we, je weet nooit alles. Dus er zullen ook na mij nog dingen over Rabo gepubliceerd worden die ik niet wist, of, of wij niet weten hier. En, en dat is ook prima. Uh, dat moet je ook wel, uh, ja, dat is gewoon zo. Alleen, uh, ja, hoe zoek je dan toch naar, hey, op een gegeven moment had ik wel door van, nou uh, ja, ik moet gewoon proberen zoveel mogelijk mensen toch te gaan bellen, om te kijken van, ja, uh, dat er toch nog dingen zijn die, er zijn natuurlijk ook mensen die niet veel geïnterviewd worden. Uh, uiteindelijk is een uh, sportploeg, He, er staan er in, bij voetbal elf in het veld, maar ja, er zitten er nog tien op de bank. He, en er werken er nog dertig bij die club. Die zien allemaal dezelfde wedstrijd, die horen dezelfde verhalen in de kleedkamer. Dus de groep mensen waar je maar kennis uit haalt, is eigenlijk veel groter dan waar vaak op gefocust wordt. Ik bedoel, ja, we noemen even vijf Rabo-renners die we veel hebben gehoord. dat is of Nou ja, goed, die hoorde je dan niet veel, maar weet je wel. De Bogen, bo 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 dekker en dekker. Nou, zijn er vijf, zes die je altijd overal hoorde, zeg maar, door die periode heen. En maar ook heel veel niet. Dus nou ja, daar ben ik ook eens gaan proberen van jongens die er wat minder van hoorden, die misschien ja, de andere vaten die het soms ook gewoon leuk vonden dat je belde. Want ja, die hadden het ook wel heel leuk. Want dat is natuurlijk ook. Kijk, er staan dingen in die mis zijn gegaan. Er staan voor mensen ongetwijfeld minder prettige dingen in. Maar er staan ook wel heel veel dingen in waar mensen heel veel liefde en aan overhielden of hadden, en waarde aan hechten en dat soort dingen, die heel hè, iets betekenden voor mensen. En ja, daar sta ik ook wel voor open. Weet je wel, ik zoek niet alleen maar dingen die misgingen. Uh, althans, ik hoop dat het niet uh, uitgestraald wordt in de tekst. Ja. Uh, maar wel het effect van allerlei. Kijk, uiteindelijk is het gewoon het is een soort van business, maar ook heel dagelijks. Hè? Ik bedoel, wij kijken er allemaal wat denken wel enigszins tegenop. Ja, Ik weet niet of ik het nou nog doe. Maar we zijn er van we vinden het leuk en we hebben het er graag over en ja. zo. Maar het is ook gewoon werk, weet je wel, met alle ups en downs die daarbij horen. en, en als je naar dat soort dingen kijkt en het ja dan wordt het voor mensen soms ook wat laagdrempelig om het over te hebben en als ze ook maar het gevoel hebben dat je niet alleen maar shit uh, opzoekt weet je wel dat je toch nou, gewoon naar ze luistert en gewoon open staat voor voor, maar, voor wat dan ook dat anders is dan je misschien zou denken maar wat was dan je verwachten want uiteindelijk is het best wel een, een dik boek geworden echt een, ja. echt een heel compleet boek ik, ik denk dat de gemiddelde wielerfan echt zo hard hier in op kan halen echt ook Hoop gewoon uh, ja, kleine voorbeelden dat er voor, bijvoorbeeld gewoon uh, ik ga niet dat mensen moeten het zo lezen om, om, om te zien wat dat is, maar dat er gewoon stukjes in staan dat sommige renners misschien bijna bij een Rabobank ploeg hadden gereden, ja. die, die ze niet wisten. Ja. Uh, dat is natuurlijk super tof. Uh, maar wat was je verwachtingen dan vooraf? Want want je bent nu tot dit gekomen. Had je dit ook een beetje zo verwacht, of is het totaal andere kant op gegaan? Nou, dit is wel de manier waarop ik ooit voorzag dat ik een sportboek wilde schrijven, dus zoveel mensen interviewen, veel documenten zien, uh, nou interview met Jan Raas dat ja dat is wel heel apart nu realiseer ik, ik realiseer me eigenlijk een paar maanden later pas van oh dat is ken ik wel bijzonder ja omdat iedereen het erover heeft want als je op het moment dat het gebeurt is het alleen maar van oh Jan Raas wil opeens gaan praten oh hoe gaan we dat regelen dan ben je alleen maar bezig met gewoon praktische dingen en als je daar zit dan denk je wel oh dit is best wel raar weet je wel en dan is die weg denk je oh, is dit nou echt gebeurd weet je maar maar dat is maar één deel ervan. en eigenlijk zelf dus ik heb altijd hè, veel Amerikaanse schrijvers als voorbeeld en daar zijn dit soort biografieën vrij normaal dat je zelfs drie vier vijfhonderd mensen interviewt voor een boek en dat vind ik ja dat heb ik altijd wel gewild dus en dat is nu gelukt ja en, 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 en kijk je nu nu nadat je het boek hebt gemaakt want je noemt ook al een paar beetje paak... van ja ik heb niet per se meer het ontzag voor de ploeg nee. maar kijk je ook anders naar het wielrennen ja 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 ik moet wel echt uh, een knop omzetten ja. Ja? ja vind je het vind je het zo wat zoals wij zijn echt ja, gewoon lyrisch over het fietsen als in de sport zelf Peter heeft er lang in gebied verkeerd maar maar kijk jij er nu anders naar na het boek nou ik wil kijk ik wil naar het WK in België ik wil tenminste ik wilde erheen, maar door door allerlei dingen werk thuis en kleine kinderen ik weet precies waar Peter doorheen gaat het, het <laughs> komt allemaal goed het komt allemaal goed maar ik wil het heel ik vind het fantastisch, weet je wel. En ik wil ook nu wel. Ik ga echt wel voor die tv zitten. Van, ja, allerlei, weet ik veel, ideeën of negatieve gedachten die ik soms heb over de sport nu. Die zet ik echt wel opzij als die wedstrijd begint. Ik wil gewoon genieten van de, dat WK en dat geluid en de, van die mensen. Ja, ik vind het waanzinnig. Echt fantastisch. Dus dan, dan gaat het ook wel een beetje weg. Um, alleen ja, ik weet niet zo goed. Er zijn natuurlijk ook heel veel. Kijk, we hebben het boek het gaat over eetstoornissen. Het gaat natuurlijk over doping. Het gaat over allerlei. Zeg maar dingen die de structuur van de sport ook wel in zich hadden. Ik bedoel, ik Ik geef iedereen... Zeg je een... hadden of is het, denk ja, je... Ja, veel zit er nog steeds in. Ja. Maar goed, uh, ik ben in een uh, royale bui. Laten we dat nee. Nee. Maar, uh, nee, maar dat is... Ja, Dus, maar ik, ik wil ook wel genieten van sport. Dus ik wilde wel... Ja, ik wil die wielerwedstrijden wel zien. En Roubaix was natuurlijk fantastisch. Ik vond het WK fantastisch. En... Als ik het kans krijg, ik, ik bedoel, ik, ik koop voor mijn, uh, mijn oudste dochter een zeven. Dan koop ik een stickerboek van het WK van Panini. En dan probeer ik ook weer wat mijn ouders deden met Wim van Dat Probeer ik bij haar ook te doen. En dan leg ik wel iets uit over doping. Dan dus zeggen ze dat is toch niet eerlijk? Ik zeg nee, is ook zo. Maar ja, weet je wel, ja, nou ja, ja maar ja, ik bedoel dus het nee, is wel het is wel, ik, ik, ik Ik probeer wel gewoon een gezonde op, weer op een gezonde manier naar te gaan kijken. Want het is natuurlijk ook gewoon heel leuk. Ja, Kom. eigenlijk, eigenlijk, wij hebben natuurlijk die podcast met uh, Mart Smeets gedaan. En kan je, je nog herinneren dat Mart Smeets toen tegen ons zei van. Geloof nooit in de winnaar van van vandaag, maar de waarheid ligt altijd naast. Nou, hij, hij zei letterlijk, de, de winnaar ligt niet, uh, uh, de winnaar is niet bekend achter de eindstreep. Ja. En, en uh, wat die eigenlijk probeerde te zeggen van ja, we hebben natuurlijk heel veel winnaars gehad, maar die uiteindelijk niet de winnaar bleken te zijn. Ja, ja, ja. ja het, zo is ja, het maar, wel een beetje, zoals je het nu misschien ook wel uitlegt dat je er nu nou, misschien ik, een beetje denk, naar kijkt. Wat jij zegt is eigenlijk precies, denk ik waar ik, waardoor ik uiteindelijk de moeite mee heb. Weet je wel. Ik bedoel, ik hou van weet ik veel van Hans Klok of zo in de zin van, dan word ik voor de gek gehouden, dan weet ik het zeg ja, maar. En dan ja, kan ja. ik het, kan ik het bewonderen. Zeg maar. Van ja, oh ja, ja, voor de gek, nou cool, ga je gang. Ja. Maar ik vind het best wel moeilijk als je het idee hebt dat je, dat, je, dat je iets serieus neemt of zo en je wordt dan genaaid of voor de gek gehouden. Ja. En dat heb ik in deze hele periode toch wel. Hè, die, die 17 seizoenen, waar Ik bedoel, ik heb er van, als kind van genoten. Of kind? Ja, ik was aan het einde in 2012 niet echt meer een kind, maar uh, van hartstikke mooi. Alleen, ja, ik vind dat die sport heeft voor mij wel... Ja, ik heb nu wel moeite om naar winnaars te kijken en te denken... oh, dat is een goede winnaar. Ik denk toch, in, in mijn achterhoofd zit toch nu of vaak wel een stem... die denkt, ja, ja, ja. Wat, wat denken we over jou over tien jaar? Weet maar je het zo. sluit ook aan met wat, wat, wat je net zei. Van, nou ja, we waren in Frankrijk en, en we waren Ach, als, ja. als pubers zo blij. We leefden in het moment. De sport was zo mooi. Het bracht ons veel. En op een gegeven moment krijg je het nieuws dat hij dat er niet meer is... omdat hij uit de koers gezet wordt... Ja. Ja, dat is dan zo'n zware teleurstelling en dat is eigenlijk is dat een heel grote domper en best wel een zwart vlekje op dat moment, op, op, de, op het genieten van ja, de dat sport. We voelen ons gewoon serieus voor lul gezet <laughs> ook, Maar voelde. ook wat ja. jij dan ja. zegt, je voelt je geneid door Rasmussen, ja. omdat hij de, de boel voor gek houdt. Ik vond hem en, wel en, en een niet fascinerende man om mee te praten. Want hij. Kijk, dit, dit is allemaal waar. Weet je wel? Natuurlijk, je, je voelt je genaaid. Nou ja, en, en hij heeft feitelijk natuurlijk ook sportief uh, vast wel iemand genaaid. En zijn eigen ploeg uh, voorgelogen, wat dan ook. Maar hij deed wel alles wat op dat moment nodig was om te winnen. Ja. Ik bedoel, ja, hij, hij deed wat veel concurrenten natuurlijk ook deden. En hij deed het ook nog eens heel goed. Want hij had allemaal. Uh, nou ja, hij trainde als nou ja, goed weet. er alles over. Dan hoef zich niet te ja. herhalen waarom Rasmussen uh, was ja. wie hij was. Ja. Maar als hij er nu over praat, dan is dat wel heel straightforward. En dat vind ik wel fijn. Weet je wel? Ik bedoel, hij is toch. Ja, ik denk af en toe wel, wat zeg je nou dan? Maar het is. Uh, wel recht voor zijn raap. Hij lijkt toch het meeste wel te vertellen. Hij zegt ook dingen waar andere mensen heel boos om worden. Want die hè, die toch steeds heel naar vinden dat hij dan uh, iets uh, wat op de waarheid lijkt, vertelt. Ja. Maar ja, ja hij, hij hoeft er niet omheen te lullen. Hij nou, ja. wordt tegenwoordig ook alweer gewaardeerd omdat hij juist zo uh, straight to the point ja. is. Want hij heeft best wel scherpe analyses, die ook vaak uitkomen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is ook wel weer typisch het wielrennen. Hetzelfde met Thomas Dekker natuurlijk. Die wordt nu uh, weer een beetje uh, volledig omarmd. Terwijl hij natuurlijk best wel ja, heel veel dingen heb uitgesproken ja. waarbij... Anderen uh, keihard, uh, keihard voor zijn gestraft. zou uh, so, Misschien kom. wel eens leuk om dat aan jou voor te leggen. Uh, zoals Peter. Peter is natuurlijk een aantal jaren prof geweest. Uh, nee, goed, uh, Peter kunnen we nu zo langzamerhand wel door en door. We kunnen niemand voor niemand uh, onze hand in het vuur steken. Maar Peter heeft altijd gewoon clean gereden. Hij heeft ja. altijd gewoon uh, gereden uh, vanuit uh, zijn eigen uh, training. Hij uh, heeft er alles voor gedaan. En als je dan nu dan gaat kijken dat, dat, dat er waarschijnlijk nog steeds heel veel doping in de sport is. en dat het maar doorgaat en doorgaat. dan zijn het bijvoorbeeld voor mij was er ook uh, Mathieu, Mathieu, Mathieu Pronk. was natuurlijk ook zo'n renner. Die, ja, die eigenlijk. Pronk, ja. ja, Mathieu Pronk. Ja, wordt ja. eigenlijk wel gezien als uh, een van de renners die niet gebruikt. Ja. Dat lijkt me nog het allermoeilijkste, Peter. Dat dat, dat, dat dat gewoon continu speelt. terwijl je zelf het gewoon op een goede verre manier probeert te doen. Ja, zeker. Is ook zo. Ik heb denk ik wel massen gehad dat ik uh, niet in die tijd uh, beroepsrenner werd, zeg maar. Ik werd dan 2015 beroepsrenner in Australië. Dus ik, ik kwam net een beetje naar die tijd. Maar ja, uh, in mijn jaar, ik begon in 2005, was het de uh, Hoogtijd. En in 2007 werd ik Nederlands kampioen tijdrijden bij de junioren. En toen won Thomas Dekker het Nederlands kampioen bij de profs in uh, Salbommel. Ja, ik stond daar in mijn rood blauwe trui als, uh, als een jongen van 18 of 17 stond ik daar uh, te juichen voor hem. En toen mocht ik naar de doopcontrole en dan zat ik naast Thomas Dekker het bankje. Dus uh, dat was voor mij ook al een beetje kippenvel en onwerkelijk. Ja. En dan zie je later wat er allemaal gebeurt met, met, met Rabank stort in elkaar. Dan, dan komt het wel op je af. En um, later heb ik met Adrie van Houwelingen samengewerkt, een oud-ploegleider van Rabank. Nou, die heb ik ook heel veel over zich heen gehad. En elke keer... Ja, als wij vroegen, wij waren dan, zeg maar, beloftes. Uh, dan ben je een beetje rond de twintig. Ja, een beetje stiekem vragen stellen van, uh, ja, wat gebeurde er eigenlijk in die bus, weet je wel. En dan niet recht op de man, maar tijdens het eten of na nou, afloop met een biertje. Nou, dan was het altijd, jongens, serieus, we gaan het er niet over hebben, want uh, dat is de tijd. En die was dus echt op zijn tenen getrapt als ze daarover kwam. En ja, dat vonden wij dus een beetje uitdagend. Maar ja, hij was heel serieus, want hij mocht gewoon er niks over zeggen. En, uh, maar ja, wat, wat ik wel eerder in de podcast ook gezegd heb... Waar geld is aan criminelen, en waar eer is, aan bedriegers. En um, dat is zelden met de wielersport en dat is, met alle sport is dat zo. En ik durf nu met zekerheid te zeggen dat het veel en veel minder is dan, dan een tien jaar terug. Maar ja, waar eer is, zijn bedriegers. En, um, maar als je de vraag: percentages lastig inschatten, maar het is veel en veel en veel minder dan tien jaar terug. Veel fout. Ja. Want het is zoveel strenger. En, kijk in die tijd van haar bank, dat was gewoon heel simpele dingen. Dat was geen budget, dat was gewoon een creditcard en uh, maken op wat je nodig hebt. En ik weet dat wel met, uh, met, met Crane Brown bijvoorbeeld. Die was dan ploegmaat bij Draapak. Ja, die vertelde ook gewoon ja we wonnen een rit in de Giro en dan waar de grote bazen waren daar en dan stonden de flessen panje op tafel en dan ging de ene en de ander van de ja we zeggen ruim boven de 10.000 per fles ging over tafel en dan maakte geen zak uit. En um, ja, dat zijn wel heel leuke Dingen ook wat hun beleefd hebben. En als je dan terugvraagt, ja, wat zag jij dan van wat het allemaal was? En die zeggen ja, of ze houden mond dicht. Of ze hebben gewoon gezegd, ja, het was echt wel een heel bijzondere tijd waar wij in zaten. En het was overal zo. Want bij was het minstens zo slecht. Dus ja, ja zo, zo zijn die antwoorden dan van die jongens in die tijd. Herken je, nou, je dan in dat soort, uh, zo'n zo verhaal van Graham Brown? die ik film veel in. Ja, tuurlijk. En ook uh, over andere ploegen. Gerolsteiner is denk ik een heel goed voorbeeld. waarin uh, ja. Ah, Sonja, deval, ja, maar gaan we een tijdje door. Ja. Uh, met, ja. Ik heb dan, ik ben niet zo'n lezer. Hè, dus ik ben niet zo'n boekenlezer. maar de boeken die ik gelezen heb bijvoorbeeld wat mij heel erg aansprak, was David Miller. Ja, uh, dat is een mooi die, boek. Hè. Die is echt wel ook een aan aanraden. En die, die, die zegt op een gegeven moment ook van uh, ja, wij waren gewoon eigenlijk in de verkeerde tijd uh, uh, ge geboren en daar uh, proefren geworden. En, en die schrijft ook hele dingen die, die raak zijn. Dus een aanraden als je een keer wat, wat dieper in wil lezen, dat is echt een top. Topboek ja, Gelezen, ja. En um, dat is voor een jonge renner ook inspirerend. Hè? Dus ook als... Ik was toen, denk ik... Nou, Wanneer kwam het boek uit? Ergens in 2012? Ja, zomaar zo zo tien jaar geleden zou het kunnen zijn. Zoiets? Ja, ja. ja en toen was ik net eigenlijk opkomend om beroepsrenner te worden. En toch las ik het. En voor mij was het super motiverend juist. Terwijl het eigenlijk toch een heel groot de ja, elementen was. Maar juist, uh, als je andere renners spreekt... Waarom wordt de renner eigenlijk zijn Omdat hij het zo leuk vindt. En of je dan Lens Amsterdam is die dopen gebruikt hebt, of Rasmussen of wat dan ook. Die jongens hebben wel een aanleg gehad voor het fietsen en heel erg leuk gevonden. Ja, ze hebben bedrogen, maar ze konden anders niet winnen in die tijd. Ja. En, en midden daarom... deed zonder ook nog best wel aardig. Ja, dat zeker, zeker. Een goede wedstrijd ja, Maar, maar goed, daarom... je gebruikt ook bijna allemaal. Hè? Dus het dus is ook niet zo dat er één valspeler speler is. Heel veel, ja. Heel veel met met Dan de... trekt het de boel wel een, wel een beetje gelijk weer in. Maar dat dan. weten we ook pas nu. Ja. En hetzelfde tot de dag van vandaag zijn er ook renners waar we van denken, waarvan ze gebruikt hebben, maar nooit bekend hebben, dus die heb je ook nog. Ja. Ja, het, dus ook... het blijft een moeilijke discussie. We hebben het ook wel eens met uh, aan dezezelfde tafel, Mr. Pro Cycling Stats ook wel eens over gehad. Van ja, hij heeft natuurlijk super veel uitslagen uh, er gewoon uit moeten halen, ja. maar ja, toen heeft hij op een gegeven moment, volgens mij uh, vorig jaar ook. Uh, het uh, uh, erover gehad dat hij toen de, de, de top 500 populiste renners. Ja. Uh, als je nog naar de top uh, 20, 30 stond, er best wel veel dopers in, om het ja. zo maar te zeggen. Dus ja, voor het grote publiek maakt het blijkbaar niet zo heel veel meer uit. Dus waarom moeten we niet ook gewoon die uitslagen weer, weer inhouden? Ik heb uh, die originele uitslagen aangehouden voor dit boek. Ja. Gewoon niet zozeer omdat ik het nou moreel heel belangrijk vind ofzo, maar anders is het gewoon zoek. Hoe ja, ja, je ja, maar waar, waar ga je stoppen? Want je weet het van niemand. Nee, dat ja, is, nee. Nee. Er, zijn, er zijn wel eens lijstjes dat de eerste 20... Uh, de nummer 21 uh, was ja. dan waarschijnlijk degene die... Maar niet... kijk, ook omdat je probeert natuurlijk wel dingen weer te geven... ook hoe ze toen... Eh, ik wil natuurlijk niet de geschiedenis herschrijven... in de zin van ik, ik, ik doe een saus van 2021... of uh, wanneer ik ook begonnen ben uh, overheen. Ja. Maar uh, je wil ook wel gewoon de emotie van toen weergeven. Dan kan je natuurlijk niet net doen alsof... Nee, ja, boog het wel zeven keer Amstel Gold Race ja. heeft gewonnen, ja. weet je wel? Ja, ja nee, precies. Ja, precies nee, in ja. plaats van zeven okay, keer. Jij hebt, jij hebt voor het boek natuurlijk heel veel uh, research gedaan, ook de mensen die je uh, geïnterviewd hebt, heb je waarschijnlijk heel veel uh, research gedaan. Uh, zijn er ook verhalen uh, bij waarvan jij uh, achteraf ook echt denkt van, wow? Het was wel, dat had ik niet verwacht. Dit was een, een, ik had wel een verwachting bij een bepaald verhaal. Maar... Nou, nee, ja, er zijn er wat meer, denk ik, maar twee moet ik aan denken. Dat is een, een, uh, Mark en Ewold de Maar. Hè? Dus Mark de Maar, ja, de ja. en zijn vader ja. Ewold. En dan uh, Richard Douglas, of Richard Douglas, maar hij komt uit Engeland. Richard, uh, verzorger bij de amateurploeg. En um, nou, Mark. Uh, ja, Heel aardige, vrolijke keel die hard kon fietsen. En die, ook iemand waarvan je eigenlijk denkt dat zijn talenten misschien een beetje overviel in de zin van: nou ja, die kon dat gewoon heel goed en die heeft er ook wel hard voor gewerkt. Maar ook wel een heleboel andere dingen in het leven lol in. Een slimme jongen, ja. uh, veel van de wereld gezien, het, ook door het fietsen. Maar best wel denk ik, een brede blik op waar je naartoe wil. En een vader die hem veel heeft begeleid en eigenlijk ook wielentrainingen heeft aangeleerd. En uh, nou ja, ook een uh, slimme man. En die eigenlijk samen zo'n beetje langzaam aan het ontdekken al de rare kanten van die sport. He, van, uh, ja, voor die vader was het, oh, zo ging ik fietsen. Oh, leuk, ik kan hard fietsen. Ik leer wat over training. Ik geef training. En, oh, we gaan met de wielenclub ergens naartoe. En langzaam. En opeens is die prof. En dan is het een hele andere wereld. weet je Met hele andere belangen en hele andere mores. En, en die, nou, Mark die worstelt daar best wel mee. En zijn vader ziet dat. En die denkt op een gegeven moment zelfs: nou ja, zou je ook niet moeten gebruiken? Nou, he, moet, ja, moet je dat toch ook maar niet doen? Zeg maar twee mensen die samen een beetje opgroeien in die sport en allemaal van die uitdagingen tegenkomen. Dat vond ik wel fascinerend. Gewoon hele normale ja. mensen met toevallige grote sporttalenten, in elk geval de zoon dan. En ja, en, en los het dan maar op. Weet je wel, je wil er wel in actief zijn, je wil je geld in verdienen. Ja, anderen gaan. Oh ja. Ik denk dat het Bernard Kool het voorbeeld is... wat dan Ewold mij vertelde, dat het, ik denk de Ronde van de Toekomst was... en dat bergop Mark de Maar Kool moest duwen. En een paar jaar later, dat zal twee, drie, vier jaar later... echt kort later, zeg maar, is Kool opeens op het podium in de Tour. Ja, dat, ja weet je, politiek, je nou. ja. En, en dat is natuurlijk wel... Ik bedoel, je hebt één kans in het leven, zeker in de sport... en dan heb je... Ja, wat ga je dan doen? En dan Mark zegt, nou, net zoals Peter... Uh, nou, ik, heb, eh, ik, ik wilde er een jaar niet gedaan... Ja, nou, ik vind wel, wel even tussen de wat je door wat je zegt over dat 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 zijn vader, dus eigenlijk uh, tegen hem zegt: moet je er zelf ook niet aan beginnen? Dat ja, ik, dat wat hij cool. nou precies gezegd heeft of gedacht, wil ik even in het midden hebben. Ja, dat snap ik. weet niet hoe Ik herinner me dat nu even niet op de woorden precies, maar in ieder geval dat die gedachten spelen. Ja, precies. Dus ja, vind, ja. ja, zou je dan misschien, weet je wel zo. En ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Als vader, ja. want je wil dat het kind het beste behaalt en dan opeens iedereen ja. eh, met. Ja. Eh, ja. En ja. het en was natuurlijk ook de keuze. Of je gaat of je gaat mee. Of je moet hopen dat je ja. het niveau aan kan. Ja ja dat, dat waren denk ik de twee keuzes die je had en natuurlijk ook het rare dat je dan want Mark was echt een enorm talent hè die won uh, in Frankrijk wedstrijden echte klimwedstrijden bij de jeugd die kan echt uh, heel goed fietsen en dat want je moet eigenlijk iets gaan verklaren wat je niet kan verklaren waarom breek je niet door waarom ben je niet nu vrij? je was vroeger altijd zo goed en nu doe je het niet meer hè? en dat is natuurlijk ja ik hoe bizar is dat weet je wel als ze tegen mij zouden zeggen van je was op de universiteit en van de beste schrijvers en nu kan je er geen reet meer van. Hoe kan dat nou? Ja, precies. Ja. En ik heb, daar, ik heb daar maar één verklaring voor, maar die kan ik niet geven. Ja, en ja, als je de pilletje zou kunnen ik, nemen. Ja, ja, want dan lig ja. ik eruit. Ja. Sluit sluit ja, aan, want een, een paar zijn. weken geleden hadden we toch ook over die documentaire van Lotte Soudal uit de jaren ja. 90. Ja, ja, van, ja, 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 van die Alex vijf Zule. gasten die dan de tour hadden ja, op één jaar. Ja, 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 die ja, stonden met z'n allen ook stil en dat ze ook met z'n allen elkaar aankijken ja, dat waren niet eens de minste renners, hè? Ze nee. waren gewoon goed, goed in maar... vorm en uh, ja. er was niks aan de hand. 95 was, Ze kwamen mij. gewoon ja. niet vooruit. Ze ja. reden achteruit. En op één dag kwamen er vijf buiten ja. de ja. Zo, zo. Ja, ja, Of zoiets, toch? Ja, het is een zware dansen... bergetappen, inderdaad. Ja. En uh, Sule, die al vanaf uh, minuut één uh, wegreed. En die race echt allemaal uh, kapot. Uh, ja, die, ze wisten niet wat ze mee Ja, maar die gasten ja. hebben er nu nog steeds last van ook echt. Dat ze, dat ze een beetje ja. geknakte ziel, om het maar zo maar ook, te zeggen. Maar ook zij stonden ook samen met de ploegleiding en de sponsors... en die werden uiteindelijk ook boos van... jullie presteren niet, jullie ja. doen niks, uh, jullie moeten hard fietsen kost mij geld. Uh, op deze Precies. manier kom ik slecht in de publiciteit. Het is recht. heel vernederend ook, weet je wel, in de zekere zin. En dat je niet, ja, niet het maximum uit je talent kan halen. Maar ook dat, dat, dat kregen we allemaal kritiek natuurlijk. Ja. Want dat, hè, de, nou, Mark de Maas daar een van. Maar boogt is dat zelf ook geweest. Hè? In, in de 69 dat zeiden van, het is de patatgeneratie ja. en hij uh, gaat niet hard genoeg. En uh, ja, dat, dat hoorde er ook bij. Dat is wel uh, een mindere kant. Maar een ander, de, nog, nog ja. een verhaal, dingen die je niet. Nou, Richard Douglas, dus gewoon een, een verzorger die eigenlijk een beetje bij toeval, uh, hij uh, studeert osteopathie, als ik het allemaal goed uh, wil zeggen. Uh, hij gaat daar onderzoeken naar doen, uh, bij, de, bij die wielrenners. En hij neemt daar, uh, uh, ik geloof, speeksel voor af. En hij laat dat spul testen bij een, een lab. En, en, en daar blijkt eigenlijk uit dat uh, bij een van die renners afwijkende, uit mijn hoofd, cortisolwaarden waren. Uh, en ja, dat klopt niet. Hij heeft het gevoel dat dat klopt niet en hij kaart dat aan, maar er is eigenlijk geen gehoor voor. Mensen willen dat niet horen. En dat vond ik ook wel dat je dus, ja, ook gewoon een, iemand die ook gek is van die sport. Douglas is nota voor het wielrennen uit Engeland naar Nederland gekomen, omdat hij zelf goed wilde worden. Daarna wilde hij bij Wielenploeg werken, dat doet hij. Dat is zijn carrière. En dan loop je eigenlijk tegen iets aan wat je ook niet echt prettig vindt. Ook, ja, ook dat, dat vals spel en, en, en wat er allemaal bij hoort. Maar je kunt er individueel op dat moment niet zoveel aan doen. En hij loopt daar ook een beetje in vast en verdwijnt dan uit die sport. En dat soort um, ja, menselijke dingen. We hebben allemaal de buitenkant zien wat we fantastisch vonden. Jullie in 2007, ik in 96 met de Tourstart in Den Bosch. en het WK in 98. Fantastisch, weet je wel. Bogert die uh, in 96 en 98 goed presteerde. Um, en dat was hartstikke mooi. Maar die, die, die menselijke verhalen van mislukking... en dromen die niet werden gehad... Dat, dat vind ik ook heel interessant. Ja. Ja. En ja. dat raakt mij wel. Dat, dat zijn wel falen waar ik uh, ja, veel tijd aan besteed. Ja. Ja, ik denk ook dat door de jaren heen er wel... Er zal altijd een soort van haat blijven met doping. Maar je ziet het dus ook bijvoorbeeld met zo'n Thomas Dekker... waar we het net over hadden. Mensen gaan er toch wel weer anders naar kijken... omdat ze het steeds beter gaan begrijpen. En, en het is ook misschien heel menselijk... dat je als wat jij net zegt, perfecte voor, voorbeeld van... ik ben een schrijver, ik ben altijd misschien een van de betere... en op een gegeven moment kan ik er niks meer van... en er is er een klein pilletje en als ik die neem... dan ben ik in ik de beste. Ja. ja, nou ja, leg hem maar eens op de tafel neer... en hoeveel mensen nemen, zullen hem hoor. nemen? Ja, 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 als het op een gegeven moment... Uh, je hebt een gezin en uh, het scheelt ja. net een paar duizend euro. Nee, precies, want dat vergeten we natuurlijk ja. ook nog eens. Heel vaak hele, kijk, het gaat wel om, om je inkomen, om je toekomst en dat soort dingen. Ja, maak die keuze maar eens. Dat is niet zo eenvoudig. Dat ben ik me nog wel meer gaan realiseren. Van, kijk, uh, ik heb niet zoveel met al die argumenten van... Uh, ja, zij deden het ook of het uh, is niet zo erg. Of, dat niet. Maar als iemand voor die keuze staat en, en bewust gekozen heeft... om er mee te kunnen, om haar, het, het geld te kunnen verdienen... Of het, ja, daar, ja. daar heb ik dan soms nog wel eens. Daar kan ik nog wel enig inzicht in opbrengen. Ja, en ja. Niet, misschien. Ja. Nee, ja, ik snap wat je in het doen. Ik denk dat het nog een stap verder gaat. Hè. Dus um, ik denk meer dat de keuzes bijvoorbeeld bij een. Uh, ik ga geen namen noemen, maar dat er een renner rijdt in een grote ronde, bijvoorbeeld. En dat de Tweede Rustdag eigenlijk niet meer goed presteert. En dat hij zegt van. Uh, ja, je mag kiezen, je mag bijtekenen, maar uh, dit en dit en dit. En anders een keer trek. Ja, ik wilde net zeggen, de druk van de ploeg en de sponsor, dat weegt misschien nog wel zwaarder dan ja. uh, de druk van het thuisrond. Dat je je hypotheek moet betalen Precies. of dat je je vrouw, je kinderen moet onderhouden. Kijk, en dat, dat was een heel andere tijd en dat, dat was echt in die jaren ook zo. En dat was alleen maar de toppers en de rest had een, had een keus. En daarom zo zo'n Matte Pronk, die was er nog echt radicaal tegen. En ze zijn er zijn nog jongens die nooit beroeps zijn, zijn geworden, ja. omdat ze er tegen zijn geweest. Zeker. En dat is juist het hele moeilijke drama. Maar ja, ik heb ook gezien, in, uh, ik heb al een keer eerder gezegd, uh, ik heb dan in Iran wedstrijd gereden. Nou, in Iran, uh, het is allemaal armoede daar, slecht en doen. En ja, die gasten dat zijn net opgevoede brommers, letterlijk. Die zitten nog veel voller dan Baraba ooit in de buurt zijn aangekomen. Uh, er ging ook gewoon dood eraan. Hoe waren er ook weer overleden? Ja, het een stuk of drie of vier van toen, de, top, van de top, 10. top 10. Dus ja, het is echt bizar dan uh, hoe ze dat deden. Maar ja, die, op een gegeven moment gingen ze naar, naar, naar Azië en dan pakten ze 120.000 dollar. Maar ja, wat gebeurde er? Een huisdaal kostte uh, nog geen 1500 dollar. En die gasten kochten gewoon voor de hele familie huizen, doen een vastgoed. Dan is het oké, nou, we kunnen één wedstrijd draaien en de rest van het leven zijn ze gezeten. Ja. Ja, en dat is ja. voor hun heel schrijnend. En voor ons denk je, ja, dan moet je nou, delen eigenlijk. met tien man en dan moet je dat. En, en geef, geef ze, ze op. ongelijk op dat moment. En hè? dan is het zeg, ja, uh, hun doen het eigenlijk om een beter leven te creëren voor zichzelf Ja, ja. ja maar goed ja, en, en dat is nog dan relatief dan. onder de radar dan ook. Dus ja, je kan ze ook gewoon geen ongelijk geven dan. Ja. We gaan eventjes ja, uh, weer, weer terug naar het begin, want uh, anders uh, gaan we ja, alle straks <laughs> over de doofheidsmonsters praten. En dat, uh, dat hebben we al heel veel gedaan, en dat hoeft ook niet alleen maar. Um, Maarten, dan Even eventjes, uh, want je hebt het inmiddels, je had het op Twitter ook al uitgelegd, maar wij, wij zaten <grijgacht> in de podcast, maar hoe komt het nou precies? We hebben het er nu nog niet echt over gehad, want hoe, 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 hoe belandt Ariane Lacouze in godsnaams alleen al gedrukt in jouw boek? Ik ga hier niet weg tussen de bruidsjurken voor ik dat uh, <grijgacht> Ja, <precies. laughs> de kleur heb toegelicht. Nee, ik denk dat, dat was een jaar geleden, november, en ik moest ergens, uh, volgens mij in de buurt van Harderwijk, een zak met archiefmateriaal ophalen over Rabo. Ik weet niet meer precies, een van de tas met spullen ophalen. En Hugo van de Parren, dus de bedenker van dit boek, en die zei, je moet Arriere de la Course luisteren, want er wordt iets gezegd over uh, Rabo en andere Jansen. En hij wist wel dat ik met die familie Jansen wat bezig was, want het gaat uh, uiteindelijk... Komt het verhaal natuurlijk terug op Harry Janssen, de, ja. de broer van André? Ja. En Harry was een grote PR-man <laughs> in het wielrennen. En volgens mij minstens zo kleurrijk als Harry, ja. uh, als ik alle verhalen mag geloven. En dus Hugo had dat gezegd, en ik had in het voorjaar Harry gesproken. En nou ja, die had allemaal schitterende wilde verhalen, zoals hij eigenlijk altijd had. En dat uh, Pieter Hubert de rechterhand van Jan Raas hem genaaid zou hebben, weet ik veel. maar dat soort uh, verhalen. Um, en de waarheid ligt hier volgens mij allemaal heel erg in het midden, maar dat was wel ja, boeiend. En dus ik ging luisteren en ik hoorde ja, ik hoorde Harry Jansen vertellen en ja, waanzinnig Ten eerste was het leuk gewoon. Hij nou, vertelde het heel goed, maar ik had er wel inmiddels zoveel voor uitgezocht dat ik dacht nou, Harry, ja, dit is wel echt een heel goed verhaal, maar er is nog wel wat anders. En maar ik dacht vooral ja, hmm, ik ja, dan kan ik nou allemaal wel denken maar ik wil eigenlijk nog wel meer weten. Want ik vond het wel Het was zo met bravoer gebracht dat ik. Dus ik ben toen een Romek Jansen. Dat is zijn. Ik denk dat dat zijn neef is. Dus. Uh, uh, geen, maar ik meer, heb geen idee. Dat hij, een, hij heeft als het goed is. veel namen benoemd. Ja, <laughs> ja, Romek is Dus die heb ik benaderd. Nou, die had ook. De Romek was destijds heel jong. En ook had ook eens met marketing in zeg maar 95, 96. En wat meegeschreven aan een van die plannen. Dus het verhaal werd daardoor wel veel rijker. Dus het was wel. Ik, ja, ik denk dat ik er wel iets anders naar kijk dan hoe. hoe hoe het uh, toen werd verteld door André... maar het heeft me wel gemotiveerd om wat mee te doen. Om nog meer mee te doen dan ik al had gedaan. En ik vind dan altijd wel van... Nou ja, dat, kan je natuurlijk, dat gebeurt in de journalistiek helaas ook meer dan genoeg. Dat je denkt, oh ja, dankjewel voor de inspiratie. Ik zoek het zelf uit en dikke middelvinger. Ja. Jullie horen nooit meer wat van mij. Maar dat vind ik, dat vind ik echt een actie. Dus ik vind dan wel, als je dan ergens door... hé, hey, je hebt iets even aan het denken gezet... in dit geval jullie, waarvoor nogmaals hartelijk dank... Uh, dan moet je dat wel even benoemen. Dus het was natuurlijk niet zo dat ik anderen echt geciteerd heb uit dat gesprek. Of dat dat. Dus dan anders had ik dat natuurlijk daarbij gezet. Maar ik dacht wel, ja, die jongens moeten wel genoemd worden. Want ja, dat heeft mij wel aan het denken gezet. Dus zo vond ik het. Ja, heb ik dat erin gezet. Dan is dat leuk om te horen. ja vind ik het toch wel te horen. En ja, dat is ook wel grappig aan anderen. Want dat is ook echt zo'n typisch een man die, die ja, gewoon ja in het wielrennen, echt gigantisch gewoon hebben. heel veel mensen die hebben totaal geen idee of hadden geen idee wie die dat wie dat is en dan hoor je al die oude verhalen nou volgens mij kunnen we hem nog wel een keer bellen want dan uh, gooi je er weer een muntje in en dan gaat hij ja. weer een uur lang los nee maar hij en uh, en, en zijn broer uh, Harry die hebben uh, ja in de wielersport heel veel gedaan dat ja. uh, zijn voor ik zou ze alle twee nog eens uitnodigen ik weet niet of Harry Harry zit in Portugal geloof ik als hij luistert, dan moet je hem eens bellen. Ja, want ja, dat toe. is altijd zo leuk aan de wielersport. Kijk, iedereen heeft het inderdaad alleen over de dekkers, Bogert, Armstrong, et cetera. Maar dat zijn de mannen achter de koers. Ja. ja. Die maken eigenlijk veel meer mee. En die hebben eigenlijk nog veel mooiere verhalen dan de mannen die in de koers zijn. ja. ja. Ja, Ze dus moeten bereid zijn om het allemaal te vertellen. Maar uh, in het geval ja. van, van anderen is dat geen probleem, geloof ik. Nee, dat nee, is zeker nee, geen probleem. Nee. Nee. Hey, en wat ik, wat ik, uh, want ik uh, was net wat ik vertelde, ik was het boek nog even aan het doorbladeren. En, en, en zijn er ook dan dingen die, uh, want je hebt het nu over losse eindjes en je moet toch een beetje de touwjes aan, de vast kunnen, aan elkaar vast kunnen knopen om het ook daadwerkelijk te kunnen opschrijven? Ja. Ik ga het je toch vragen: zijn er dingen wat, wat heel spectaculair leek, maar wat je niet kon bewijzen? Uh, wat heel spectaculair leek. Nou, wat ik niet bewezen heb, uh, zijn sommige renners waarvan gezegd wordt, hij deed het ook, maar die het nog niet gezegd hebben, zeg maar. Ja. Nou ja, daar heb ik geen, uh, die bewijs heb ik niet gevonden. Uh, zijn ze er niet? Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Dus, dus dat is iets waar, waarvan ik denk, nou ja, oké, okay, dat niet. Maar we gingen het niet alleen over doping hebben, dus ik zal een paar andere <laughs> dingen ook noemen. <laughs> hoef, nee, 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 maar um, eentje waar we denken, half, nou, waar ik vind dat het gelukt is, maar. Kijk, uh, je hebt natuurlijk met dit soort dingen ook te maken... met dat heel veel mensen roepen van alles. Ik heb heel veel gesprekken gehad dat mensen dan zeggen, ja, weet je, jij is naar ze moeten kijken. Of die bank het niet allemaal geweten heeft, weet je wel. Dan dacht ik, ja, reus, lekker dan. Uh, wat moet ik met deze opmerking? Weet je wel, dat is niet zo, zo simpel. Het is niet alsof er bij die bank ergens in een kluis document ligt... met het zwartboek voor doping gebruik. Ja, ja, ja. Of zo naaien we de boel. Of het is, dat werkt niet zo. Alleen, uh, ik merkte wel in een aantal gesprekken van... Nou ja, ik had, natuurlijk, ik had feitelijk... De, oneindige tijd dan had ik natuurlijk niet door het ik het boek schreef, maar ik had veel tijd. Dus je spreekt wel eens een paar uur met mensen en dan merk je bij sommigen ook wel binnen die bank dat die na een tijdje toch wel ook dat ongemak wel. Van ja, nee, ja, natuurlijk hebben we wel... ongeveer begrepen wat er gebeurde, weet je wel. Omdat het... omdat niet eens omdat ik dan zo scherpe vragen stelde of zo, maar dat ze gewoon na een tijdje ook wel zo misschien zelf realiseerden van ja. Ik ben bovengemiddeld intelligent. Overigens, niet ik, hè, die, die man met wie ik daarmee sprak. Ja. En, en, en ja, het klinkt nou toch wel heel dom als ik nou ga zeggen: nee, we hebben het nooit eens dus bij. Ik heb er tien jaar bovenop gestaan. Maar ben... Dus zo langzamerhand hand kreeg ik ook binnen die bank wel wat opmerkingen en anekdotes en dingen die ik wel kon dubbelchecken. Waar het toch bleek dat er wel degelijk kennis ontstaat binnen dat bedrijf ook. Wat er in die sport gaande is. En dat vond ik eigenlijk wel daar was ik eigenlijk wel toch wel blij mee. Dat het is wel subtiel, hè. Het, is, het is nogmaals niet een rapport in de la van we wisten dit, dit en dit. En, uh, maar he, gekoppeld aan de wil om het project gewoon te laten slagen. Dus in, in, in de, de altijd renners te verdedigen in de communicatie, hele strategieën die alleen maar gericht waren op hout gezeik buiten de deur. De Raadbank was niet de ethische commissie van het wielrennen. Maar maar daar is mij wel denk ik van gelukt wat dingen te laten zien. Ik weet niet zeker of er nog heel veel meer is daarvan. Hè. Er wordt zeg maar, nog eens gezegd: van, nou ja, zeker rond 2012, uh, als ze, hè, ze uit de sport verdwijnen, begin oktober. Dat nou, is nu zo'n beetje negen jaar geleden. Um, daar zijn nog gekke dingen gebeurd. Dat zeggen we één of twee mensen. Daar heb, ik, daar heb ik denk ik niet ontzettend veel nieuws over uh, gevonden. Maar ik sluit niet aan. Kijk, het is vaak met geschiedschrijving over 1996 kletsen mensen iets makkelijker dan over 2012. Het is gewoon langer geleden. Weet ja, je wel. Uh, op zijn maart. Ja, en nee, is zo? doe je dan bijvoorbeeld op het belkin verhalen of dergelijke? Of nou, de, 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 gewoon in hoe de, uh, hoe de bank afscheid nam die paar dagen, zeg maar. Het, het ging heel snel in oktober 2012. In ja. een aantal dagen werd het allemaal opgegeven. Ik denk dat je daar ooit nog wel eens meer over kan vertellen. ja. Okay. ja dat durf ik nu te zeggen. Ik had het een beetje rotter gevonden om in juni te moeten zeggen als het boek net uit is. Want Wat zeggen, ja, het is af, maar ik ben er niet klaar, dan weet komt je wel? Deel 2. Nee, maar het is altijd wel zo dat je nooit. Ik wil, je weet nooit alles. Daar begonnen denk de podcast mee dat is gewoon zo. Ja, precies. Uh, dus ik denk dat er uit die periode nog wel eens een paar anekdotes naar boven komen. van ik denk ja, dat had ik wel leuk ja, gevonden. Ja, want de ploeg stopte er toen echt abrupt mee. Ja. Alsof er wat gebeurd was. Dat is nooit buiten gekomen inderdaad. Ja. Maar het was best wel heel erg abrupt. Het was niet dat ze maanden van tevoren hadden aangekondigd. Dat nee, het was stoppen. heel, abrupt, en, ja, heel en, abrupt. Er was ja. toch ook een soort vaag uh, verhaal over dat, dat, dat ze zouden nog een paar jaar meebetalen. En uh, dan zo, konden ze in eerste instantie op een wijdleven konden ze door. Ja. En dan werd het uh, volgens mij, hoe, hoe heet het? Blanco. Blanco, inderdaad. Ja. En toen werd het Belkin en toen bleek dat... Ook zo'n wild verhaal. Wat ik niet weet hoe precies het precies is, maar dat Belkin nooit betaald heeft. Maar dat Rabobank gewoon dat betaalt. Dat Belkin eigenlijk gratis wat shit heeft gestaan. Ja, Hoe dat exact zit, weet ik niet. Maar dat Rabobank in 2013 voor de salaris heeft betaald, dat is duidelijk. ja. ja. En, en, en tot en met 2016 is de opleidingsploeg van Rabobank gewoon gefinancierd door de bank. Die ging ja. officieel dan bij ja, de KWU, ja, dat weet ik ja. beter nog beter. Maar ja. dus, dus dat vind ik ook wel opmerkelijk. Dat die bank is wel een hoop verplichtingen nagekomen. Maar ik denk die periode. Um, maar van toen maar Harold, Harold Knebel die wilde niet meewerken. Nou, simpel gezegd, die heeft gewoon nog te veel belang in de sport. Is mijn analyse. Wat doet hij nu precies? Uh, ja, hij doet verschillende dingen. Maar hij begeleidt sommige renners volgens mij financieel. Oh, okay. Hij doet uh, een of ander projectje met een paar renners over een soort van uh, bedrijfs. Uh, hoe noem je uh, ja, met Rick Flens, met clinics en zo. Hij doet ja. ook wat business netwerken ja hoe je dat Hij kwam toch eigenlijk helemaal niet uit de sport vandaan. Hij was toch juist echt wel. Uh, nou, hij was een uh, moet ik het investment banker noemen. Ja. Ja, bankier van was de bankier, het ja. Ja. ja ja zeker. Hè. En hij, dus een succesvolle volle man hè, die ook heel veel uh, dingen heeft gedaan voor die jullie ploeg. Die heel belangrijk, zijn Professionalisering professionaliseringen doorgevoerd, wat dan ook. Maar als hij nog eens veel meer wil vertellen over wat, uh, wat hij heeft gezien. Dat zou wel wat toevoegen, ja, denk ja. ik. Ja, ja. Maar wat ik altijd ook altijd zeg, hè, zonder de Rabank hadden we de generatie wat nu rond fiets niet nee, gehad. Precies. Sowieso niet. En, um, ik dat denk zeggen dat, ze ook zelf, hè? Dat zeggen ze ook in dit boek. Ja. Van, dus dat is natuurlijk ook wel van ja, we hebben nu natuurlijk doping ja, helaas valt. Maar ik, dat vind ik wel, de impact op die sport is echt heel groot geweest. Ja, 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 ik ja, ik denk, denk dat geval ik ik beter in de reden vallen. maar dat gaat, ja, dat is zo, Ik ja. had er niet gezeten dat de Rabank niet uh, de jeugdronde van van Huis had gesponsord, bijvoorbeeld. Nee, en nou, ik denk dat iedere liefhebber ook wel een Rabo-shirtje heeft thuis hangen. Dus de, de binding is er ook wel gekomen door de Rabo, door de Rabo ploeg. En en nou goed, de dat is het enige wat ik mis van Jumbo nu. Hè, dus hebben we ook eerder over gehad. is een Rabobank, die was ook heel erg bezig met de breedte. Hè, dus elke wielronde die dan uh, geld nodig had, die kreeg dan misschien niet de hoofdprijs, maar zeg 500 euro sponsoring van de Rabo om dan een wielronde te organiseren. Ja, daar konden ze net de dranghekken van betalen en de vlagger een doos Messi kopen en weet je wel zo. Ja, maar En nou, dat gat is er nu. Dus nu krijgen heel veel criteriums, die komen op vijf, zeshonderd euro tekortbewijs van spreken omdat ze dat nodig hebben om die dranghekken te huren. Ja, maar dat waren natuurlijk ook wel vaak lokale rauwe die dat op zich namen. Ja, maar goed, toch wel onder de vlag van het geheel. Ja, dat weet ik. Maar zo'n Jumbo doet ook, ja, ik ga niet voor Jumbo opnemen. Je doet veel, maar... Ik denk al zouden ze 1% doen aan de breedte sport, in de en, wielersport. Dan het klopt Rabobank zag je overal. Evenement, ja. je zag Rabo. Ja. Er stond altijd wel een vlag of, of iets anders ja. uh, van de Rabo. Omdat ze dat inderdaad in de breedte sport echt ondersteunen. en uh, Ze ja, vonden ja. het ook belangrijk hè, dat, dat de sport goed beoefend werd. Maar, uh, maar dat is denk ik ook wel echt een persoonlijk verhaal zoals ik het zelf ervaren heb. En uh, uh, dat is in totaal helemaal niet belangrijk. Maar de Raabank, ik had de Rabobank altijd heel hoog zitten. Ik was echt fan van de Rabobank. En dat is ja. mede door het fietsen en mijn moeder werkte daar. Maar als ik nu de Rabobank kijk, hoe ik daar nu tegenaan uh, kijk... ten opzichte van toen, dan is dat echt volledig gedraaid. Ik, het is dat ik uh, nog steeds lid ben van de Rabobank. Maar het liefst zou ik echt al mijn bankzaken uh, uh, overdoen... naar uh, bijvoorbeeld een ABN Amrobank. Naar de Jumbo. Ja, ja, het zou kunnen. Maar niet om, niet om dit, maar ik vind gewoon juist dat lokale waar ze altijd heel sterk in waren, met ja. die rondes en dat soort ja. dingen, dat hebben ze allemaal een beetje laten vallen lijkt wel. En, en, en dat is denk ik, zal ook wel een bewuste keuze zijn van de bank, maar ik vind ze niet meer de bank van uh, het platteland. land, nee, zomaar te zeggen, ja. die, die ook heel veel de initiatief ondersteunde. Ja, wat, wat, wat ik het meest jammer vind, kijk wij zijn Nederlanders en Oranje. En uh, ik zit hier ook even nu naar de boek even te kijken. En die gedachten hebben we altijd, iedere dag, als je over wielrennen denkt. Het oranje wat in het shirt zat, yeah. ja, dat is 1 en één Nederland yeah. natuurlijk. Dus dat yeah. maakt niet uit wie er in het shirt reed. Het was Nederland, het was oranje. En, <laughs> het is grappig dat je het zegt. Ik was een paar weken terug in de grenspalen klassieker met uh, van Bram Tank en Jos van Emden. En we stonden bij een verzorgingspost en uh, Bram kwam aan fietsen. Ik had al twaalf leuke banden. ik wilde wel een beetje praten en toen kwam iemand in een zo zo'n oranje shirt van de rouwbank. Uh, nou, dit is 2011 volgens mij mijn hoofd 2010. En uh, dus dat laatste, een van de laatste, ik zeg kijk, dat is een mooi shirt. Ja, 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 was wel mooi. Maar ja, die vinden dat ja. toch even goed wel weer een stukje dat oranje te wel genieten. Ja, ja het maar was een was nationaal ook... gevoel was er ook, toch? Ja, je, zeker. Die renners ja, ja, ja dat is zo. En, ja. Een of twee zeggen, het denk ik ook in de tekst, maar dat is wel wat je tegenkomt. Ja. En dat is wel Geesink en Mollema. Die vonden dat ook echt mooi met die ploeg te fietsen. Ja. Ja, Geesink had geloof ik een poster van Bogert boven zijn bed, denk ik. Ja, ja dat ja. kan best, ja. ja volgens ja. mij een van die eerste keren dat Mollema ook... Uh, is wel zo'n filmpje nagemaakt. Maar dan heeft hij ook zo'n oud Rabobank-shirt aan, toch? Ja. Echt zo'n veel te groot rabobank ja. ja, ja, ja. Uh, Hé, hey, we vertelden net ook al uh, tegen je, uh, want we gaan alweer uh, rap naar het uur toe... Van dat, uh, ja, dat we super uh, trots waren dat we Smeets een keer in de podcast hadden. Voordat wij begonnen met de podcast, uh, Wilk en ik hadden we gezegd... we hebben twee doelen. Eén is uh, om, om Smeets ooit nog een keer uh, in de podcast... en de andere, dat zou Jan Raas zijn. Het is een soort van mythe om dat voor elkaar te krijgen, maar... We zijn nog nooit zo dichtbij geweest als we nu zijn. Dus ja, dat is we zijn... wel een mooie opening. Denk of ik, ik jouw raas even wil regelen voor je nee, podcast. Nee. Ja, je hoeft u niet te regelen, maar heb je tips? Heb je tips? Want, heb kijk, je tips? Ja. ja. Dan moet je vijf jaar onderzoek doen. Oké. Okay. Dan, dan moet je alles weten over wat er bij hem uh, ja, om hem heen speelde. En dan heb je kans. Nou ja, ja ik weet het niet zo goed. Kijk, Gaan ik kan nu een heel mooi verhaal houden hoe het mij gelukt is om jouw raas ja, te ja, krijgen. Maar ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Oké. Okay. Nee, dat kijk. Um, ik had me er al lang bij neergelegd dat het niet ging lukken, eerlijk gezegd. En ik denk niet dat het boek heel veel slechter was geworden zonder Jan Raas. Uh, no offense to Jan Raas, want hij heeft zeker uh, interessante dingen gezegd. Het was een ja, gesprek wat ik nooit meer zal vergeten in elk geval. Uh, ik vond het fascinerend, uh, boeiende man, uh, succesvolle man. Uh, prima. Uh, Dank je wel nogmaals uh, Jan. Hij zal niet luisteren. Hij hoort wel alles trouwens. Hij hoort alles. Oké. Okay. Uh, dat is ook echt waar. We hebben elkaar van alles ingefluisterd van alle kanten. Oh, en, ja? Uh, ja, ja, ja. ja. Nou, Jan, je bent... De... Ja, 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 dat is ja. ook ja, als je er wat tegen wil zeggen, dan moet je het nu doen. Ja, uh, iets aardigs, want anders komt hij ook... Dan vergeeft hij het ook nooit meer. Oh, nou, we hebben okay. bier. We hebben ja, bier. Ah, we zit tussen de jurken. Beter oh. kan niet. Ja, <laughs> uh, je had, ja ik had niet tussen de trouwjurken zitten. Nee, maar... Um, <laughs> nou ja, kijk. Ik denk uiteindelijk dat het gelukt is... omdat ik gewoon heb volgehouden. Dus ik, eigenlijk was het voorjaar... Ik zei tegen Hugo... Nou Hugo was nog steeds bij het boek betrokken... van ja, moet ik Raas nog weer een keer een brief sturen? Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee van ja... Iedereen heeft het allemaal over Jan Raas... en uh, ik zei ja, hij wil niet, uh, jammer dan. Ik heb genoeg andere dingen, uh, pech. Toen zei Hugo nee, toch weer een brief sturen. Dus daar heb ik heel braaf een brief gestuurd. En toen was er opeens een e-mail... En, en toen wilde hij uh, praten. Zo. Dus um, ja... Het geeft me aan dat je normaal nooit... ja, dacht. Je toen je die e-mail kreeg, dan wat je? Ja, ik, hm? ik kon. Ik echt waanzinnig. Ik ja, ik kon het gewoon niet geloven. Ik dacht, hè? Ik dacht eerst, eerst denk denken dat je genaaid wordt. Ik Kwetsen grappie. Van, nee, maar echt, dat, ja, dat was echt wel het eerste wat ik dacht. Want ik dacht, ja, weet je wel, ja, dan gaat er gaat iemand lollig doen een keer. Ja, nee, dat zal een keer gebeuren. En ja, oké. Okay. Maar goed, de manier waarop die mail was opgesteld. En het was ook uh, Jan Raas. Het, uh, weet je wel, hè, het, het had alle kenmerken van de mail van zonde, Jan hè? Raas. <laughs> nee, maar, dus ja, dat had ik toch wel door, Het is toch wel serieus. En dan ja, dus ik heb maar gewoon gereageerd en geprobeerd een afspraak te maken. En uh, het was eigenlijk dat was het uh, van al die gesprekken, een van de makkelijkste om, Want Hij zei gewoon ja, en daar uh, waar moet ik zijn. En uh, ik rij wel een stukje naartoe en uh, klaar. Zo. Dus Ideaal. Ja, en, dus. en we zijn halverwege zijn huis en mijn huis in, in Brabant in een hotel. En, uh, dus dan eerst, ja, dan ben je er mee bezig van hoe ga ik het doen... en wat willen we nou ook weer allemaal vragen. En uh, ja, prima. En dan is die afspraak daar. En dan had ik een zaaltje gehuurd in een hotel. dat was natuurlijk nog een beetje corona en zo, dus het was leger. Maar een, een business center bij een hotel. Hotel waar hij vroeger veel kwam ook voor die ploeg. Dus ik wist ook wel, nou, A kent hij de ja, weg... Ja, maar het ja. is ook, hij komt ook niet echt in een vreemde plek. Dus een zaaltje gehuurd en uh, nou ja, daar gaan zitten en het was een beetje. Ik denk dat we om drie uur of zo hadden afgesproken en twee of drie uur of zo ergens in de middag en. Uh, nou was er nog niet en ik was natuurlijk op tijd en uh, de stoeltjes neergezet en uh, nog een keer. Speelt... Ja, no, ja, ja, <laughs> ja. en ik, ik was toch een beetje zenuwachtig. Ik bedoel, ja, dat is gewoon waar en dus ik denk ga eens beneden kijken of die er al is en dan komt naar beneden en er staat er deze een kerel met een petje op en, uh, en, en, en die kijkt zo wat. ik denk ja, maar dus niet ja. Ah, hij, hij is het gewoon. Dat, ja, dat is wel heel Dat is echt een raar moment. Ja. Uh, en dan zei hij, Ja, ik heb me rot gezocht, maar voor mij heb ik je gevonden. Ik zei, dat klopt. Ze zullen we naar boven. Ja. Dus daar loopt die trap op en loop je erachteraan en denk je, ja, en nou, weet je wel, misschien is hij wel heel pissig of ik, ik heb geen flauw idee. Ja. Dus we gingen zitten en ik moest koffie zetten voor hem. Ja, zwarte koffie. Nou, zetten. Maar het koffiezetapparaat was heel traag. Dus dat duurde echt gewoon echt zo'n pisstraaltje, weet je wel. Dat duurde eeuwig. En hij zat daar maar gewoon stil te zitten. Dus ik dacht, wat gaat hij doen? Weet je, gaat hij gooien met de koffie? Wat gaat, hij, wat gaat er nou gebeuren, weet je wel? Ja, ja. En uh, ja, nou, hij begint eigenlijk... Het is, wel, het is wel een hij houdt ook wel van dat spelletje met de journalisten. Dus hij zo, ja voor mij zei hij zo, zo Dus Jij wilde een boek schrijven over de raad, weet je wel? Hij begon natuurlijk wel een beetje te, ja, ik weet niet. Hij, hij, hij ging niet alle geheimen zomer op tafel gooien en dat heeft hij wellicht ook niet gedaan uiteindelijk. Maar het werd eigenlijk wel een normaal gesprek. Ja. Hij, hij wilde, ja, weten hoe ik erbij, hè, waarom ik interessant vond en wat een heel normale. Dus dat dat liep eigenlijk wel oké. Okay. En wat ik eigenlijk wel merkte is dat hij, ik, op een gekke manier was die denk ik. Kijk, want hij heeft natuurlijk door de jaren heen één of twee keer nog wel een gesprek gevoerd over zijn eigen loopbaan. Hè? Dus dat hij uh, is, tegen een Zeeuwse journalist iets zei over toen hij klein was in Zeeland als fietser, dat soort dingen. Dus hij is ook niet compleet ongevoelig voor de Amstel Gold Race. Voor het jubileumboek heeft hij, geloof ik, wel iets gezegd. Maar dan alleen maar over het fietsen, nooit over Rabo. Hij was op een gekke manier voor mij best wel opgelucht dat hij wat kon zeggen. Omdat natuurlijk was hij pisser. En niet per se op mij. Hij zal nu misschien ook boos op mij zijn, geen idee. Maar, uh, ja, waarom denk je dat? Nou, kijk, omdat er ook wel wat dingen in staan over waarom het misgaat met hem. Over en, 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 en dat hij toch ook wel een borrel lust. En dat het niet altijd even goed ging, is niet mijn eigen mening. Hè? Mm -hmm. Meer dan tien uh, mensen die mij dat verteld hebben: dat vindt hij niet leuk. He, de, hij heeft de tekst gezien die hierin staat. Daar was hij mee akkoord. Maar als we het er nu over hebben, vindt hij niet aangenaam. Nee, nee, nee. Nou, ja, oké, okay, dat recht heeft hij. Maar dus om aan te geven, van, er zijn er ook bij hem wel allerlei gevoeligheden. En ik denk dat. Kijk, uiteindelijk. Nu, Jumbo is ook nog voor een deel raas. Want heel veel mensen die hij erbij heeft gehaald. We, we raasden ook gekke dingen. Maar voor Frans Maas, daar heeft hij gewoon tegen gezegd. Die moet ploegleider worden. En dat is nu nog een succesvolle ja, ja, ploegleider. Ja, Zo heeft de raas natuurlijk heel veel beslissingen genomen die ook goed werkten. Ja, met, met, op, zijn, ja, op ja. zijn eigen gekke manier soms... maar het werkte vaak ook wel prima. Ja. Uh, dat iemand ooit bedacht heeft... dat het goed zou werken samen met de bank... dat kan ik gewoon niet geloven... maar dat is weer een uh, ander verhaal. Alleen, dus hij zelf was echt wel gefrustreerd... over die breuk. En dat merkte je ook wel. Hij vond het echt jammer. Want als hij het nu over sprak... hij zat echt te schudden met zijn hoofd... en. Zo jammer die sponsor. Hij heeft dat, dat, daar menen die ieder woord van. Yeah. Dus hij vindt het echt verdrietig mm. dat het is misgegaan. Alleen ja, hij ziet wel de reden. Dus de, de oorzaak ervan bij een ander. Hè? Hij vindt niet dat hij dat, dat zelf heeft veroorzaakt. En, uh, nou ja, dus in die zin uh, is het wel iemand van ja, ik bedoel, je kan voor mij een hele leuke avond met hem hebben, maar als hem iets niet zint is het ook wel klaar. Ja, dus het precies. is ook wel zwart-wit. Waardoor er natuurlijk altijd al die botsingen en dingen ook wel ontstonden. Maar, maar ik vraag me wel af. Van, want er is een, een boek over eigenlijk zijn, zijn. Het is toch een beetje zijn project. Ja, absoluut. En, en, en ik kan me ook wel voorstellen dat hij een soort van trots heeft. Dat als er dan een boek is. Ja. En hij kan niet daar iets over zeggen. Alsof ja. bijvoorbeeld. Uh, ja, en en nou, misschien is het geen goede vraag, maar je hebt een relatie gehad. Dat is een hele leuke tijd gehad. Je hebt daar kinderen uit gekregen, en er wordt een boek geschreven over dat gezin. Ja. en je mag er zelf niks over ja. zeggen, dus misschien had hij toch ook zoiets van Zeker. Ik wil gewoon wel wat over zeggen. Nou, dat ik denk dat hij dat altijd kijk, hij heeft natuurlijk ook wel een, een tijdje een column in het AD gehad. Hè? En en dan had hij dat geloof ik, over de bankiersploeg of zo. Dan denk ik, ook een beetje, dus kijk, hij is natuurlijk wel. Ja, er zit ook wel een paar uh, was wel een man met een mening, weet je wel. Het is niet ja. dat hij het dan vergeten nooit meer over heeft. Dus Hij wil daar, ik denk ik, ook wel over hebben. En ik, denk het voordeel was. Als dat de gouden tip is om ooit dat Kijk, um, hij hoefde zelf niet zo ontzettend veel te zeggen. Hij hoefde niet iets te ont. Weet je wel, er staan natuurlijk best wel een paar dingen in. die ik heb uitgevonden. die hij liever niet zelf had gezegd. omdat dan iemand kan zeggen dat hoort bij je zwijgcontract. of dat weet je wel, dat kan je niet zeggen. Of en nu hoeft hij eigenlijk alleen te reageren. Het is een tacticus. Ik bedoel, het was natuurlijk niet dat jij raas naar mij toe kwam. Oh, ik vind je zo'n leuke jongen. Ik vertel je allemaal mijn diepe geheimen. Zo werkt het niet. Nee. Maar. Hij had nu wel het idee van, ja, hier komt wel zoveel in van, hè, wat, bedoel, wat, wat moet ik nou, nou doen? Iedereen roept wat over mij, eh, wordt van alles geluld. Of ik wel of geen borrels dronken wat dan ook, weet je wel. En ik kan niks zeggen. Ik bedoel, dat, dat, dat sloeg ook totaal nergens op. Nee, precies. Ik denk ook niet, maar dat weet ik niet zeker, ik, ik denk niet dat iemand ooit bij de bank tegen een raast gaat zeggen, je had een clausule en je hebt nu wat gezegd. Want dat kan, dat kan gewoon niet. Ook nee. zoveel bankiers... Die soms ook niet erg heldhaftig dat dan per se anoniem willen doen, maar dan natuurlijk wel allemaal dingen vertellen. Uh, ja, ik bedoel, ja, voor hem, het was gewoon tijd. Ik denk dat dat het eigenlijk was. Ja. Maar ik denk wel, het was tijd en het wordt geen tijd meer. Hij doet dat één keer en ik denk niet dat hij het weer doet. Nee. Ja, misschien, misschien is dit ook wel voor een is aantal... Is dat een beetje een vervelende conclusie? Sorry, <laughs> nee, helemaal niet. Want, want wij gaan gewoon een keer met een, een soort van... Euro award naar hem toe. En, <laughs> en, <laughs> en los. Misschien, misschien had dit boek ook voor een bepaalde, bepaalde renners... ...ook wel het moment geweest om, uh, om uh, toch ook wel op elkaar ja. te spelen. Ja. Ja. Want we ja. weten allemaal wel... ...er zijn echt nog wel meerdere renners. Alleen het moet nog steeds uh, ja. uitkomen. Ja, dat, maar ja, maar wat gaat het toevoegen? Nee, het voegt, het voegt misschien niet voor ons wat toe... Maar misschien wel voor de persoon ja, zelf. Wel, dat het ja, wat toevoegt. Wat, wat, wat je net ook vertelt: van het is ook een stukje hè, vrijheid, de opluchting. Dat, dat, dat de last van je schouders. wat misschien van je afvalt. omdat dan. Ja in een verkapte vorm... samen met heel veel ander leed... dan toch ook wel Ja, te dat vertellen. is waar. Maar over, over, kijk, over Raas... laat het wel duidelijk zijn. Ik, 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 dat moeten jullie zeggen... als het niet zo is. Maar ik heb wel het gevoel... dat het boek ook laat zien... waarom hij zo belangrijk is geweest. Wat hij ja, allemaal zeker. heeft... voor elkaar heeft gekregen. En het is nu nogal wat... zo'n team op de been brengen... en en daar uh, toch uh, ja, van alles mee presteren... Ja, het is natuurlijk een waanzinnige man in het wielrennen. Het is ook bizar dat hij nou teruggetrokken in een Zeeuws doorbleef. Ja. Hey, dat is natuurlijk heel apart. Maar het maakt wel gewoon zijn hele mythische verhaal rondom de persoon raad, maakt het wel compleet. Het was ja. natuurlijk als wielrenner al. Een uh, boeken uh, van, uh, van, van Smeets over de toer van uh, die Joop Soetmaak won... dat op een gegeven moment ook komt een stuk in... dat Raas niet meer met de NOS wil praten. Ja. Welke redder gaat tegenwoordig zeggen... ik wil niet meer met de NOS praten? Nou, dat zal niet snel gebeuren. Dat, nee, maar dat, dat soort dingen. En op een gegeven moment dat is het echt gewoon een geboycott. En dat ging er dan om dat... Uh, Raas was de Kouwburg een paar ja, keer opgeduwd. WK, ja. ja, En uh, daar was hij Piss Link over. Nou, ja. dat soort dingen. Ik bedoel, tegenwoordig ga je dat niet eens meer in je hoofd, weet je, om nee. te doen. Dat is gewoon, nee, maar het is, dan heeft hij ook iets in zijn hoofd en, en dan blijft het erin. En dan, uh, dan komt het ook niet meer goed. Ja. En ja, dat maakt hem uniek als, uh, als sportman. Ja, ja. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon heel jammer van dat, 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 dat ook, weet ik veel, anderen niet meer de kans krijgen om nog die, veel dingen aan hem te vragen. Ik bedoel, het is gewoon een fascinerende kerel, ja. weet je wel. Je, je hoeft het allemaal niet met hem eens te zijn of hem... Uh, uh, weet ik veel wat te vinden verder, maar uh, ja. ja, zo iemand zou toch juist uh, omarmd moeten worden ook Zeker, sport, maar, maar ja. het zegt toch ja. genoeg dat het wij, wij, omarmen, ja. wij zijn 37 jaar en uh, wij uh, vinden Mart, Mart, Mart Smeets heel vet en Jan Raas. Waarom is dat? Ja. Weet je? als je dat voor jezelf wil nagaan. Ja, je zegt het goed, het is een uniek persoon. Ja, precies, ja. Dat, is, dat, dat is het. En iemand die heel, uh, heel waardevol ook voor de wielersport is eigenlijk. Ja. Ja. maar ook gewoon vraagt om een mooi verhaal. Dat is het gewoon. Ja. Ik bedoel, Misschien kan die man er niet eens heel goed vertellen, maar ja, je wil gewoon je wilt dingen voor hem beter. Ja. Dat, 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 dat inspireert. Nou ja, Jan die luistert dus altijd. Hij hoort. Ah, we komen hij graag hoort, naar zijn. Hij hoort dan. Alles. Ja, Geen ja. probleem. Ja, <laughs> anders, ja. ja precies. Hey, we gaan bijna afsluiten. Voelt het als een kindje? Ja. ja. Ben je er heel trots op? Ja, heel trots op. Ik vind het ook echt uh, dat je dat er uh, mag zijn. Uh, nou, wie ben ik? Maar ik vind het echt fantastisch hoe je het hebt gedaan. En uh, ik vind het ook echt zo'n compleet boek als je ziet uh, hoe, hoe, hoe diep je bent ingegaan en hoeveel mensen je hebt gesproken. En, uh, heeft, misschien klinkt het nou, heeft corona je dan een beetje geholpen? Ja. ja? Binnen zitten en bellen was het enige wat ja, ik ja. <laughs> ja. Maar dat hielp wel, ja. ja. Ik heb hem nog niet gelezen, maar uh, ah, hij brandt. Cool. Hij brandt. Hij ah, vond het me... wel heel erg goed. Ik ga hem wel heel erg goed <laughs> <Ik ga laughs> even... Nee, ja, dat heb ik niet gezegd. Ja. Nee. <laughs> dat dat heeft nog heel gezegd. Maar ik ga hem wel heel snel lezen, ja. Ja, ja. absoluut. Hey, en uh, ik vraag me wel eens even af, want uh, je bent dan zelf schrijver. Uh, maar wat vind je dan zelf. Uh, nou, misschien niet per se het beste wielenboek, maar wat vind je het beste. Ja, wel het beste wielerboek Want er zijn veel wielerboeken vooral de laatste tijd voor zijn de afgelopen zomer ook al vijf zes uitgekomen uh, ik heb ik denk met Rendell over Marco Pantani vond ik heel uh, interessant ja. ik heb ja dat vond ik heel goed um, ik vond Peter winnen van Santander naar Santander dat geloof ja, ik van ja. een jaar of twintig geleden ja. dat vond ik toen heel leuk omdat de wielrenner toch ja allerlei bijzondere verhalen vertelde en, uh, soms ook een beetje spannende verhalen ja dat was dat vond ik heel mooi um, ik heb altijd alles van Marc Smeets gelezen. Uh, ja, dat vond ik altijd heel aardig. Ja, ik denk dat dat voor nu een ja. beetje de dingen zijn die ik echt. Uh, was die, uh, wat ik iedereen kan aanraden: die uh, Rally biografie, die uh, ontzettend dikke. Ja. Dat vond ik wel boeiend, ja. ja? ja. Dat, is, dat is meer een beetje een romantische boek. Dat vinden mensen soms aan dit boek niet zo leuk. Dat het toch een beetje ja, rauw en hard en ja, precies weet je wel, het is van en, feiten. Ja, en een beetje ook. Ik bedoel, ja, hier staat niet heel veel romantische verhalen in, uh, durf ik wel uh, nee, toe precies. te geven. Ja. Uh, dat is een keuze geweest. Maar dit, dus, ja, ik vond altijd die romantische dingen wel leuk. Maar uh, dat boek over Pantani raakte me wel. Okay. Hoe hij echt zo wegzakt en er alleen in dat hotel dat vond ik heel zielig eigenlijk. Ja. En, en nou, nou, nou hebben we altijd nog wel. Iedereen uh, heeft wensen, doe ik. Het lijkt mij echt nog te gek om ooit een boek te schrijven. Ik ben totaal geschreven. Maar stel dat ik het ga doen. Hoe moet ik beginnen? Uh, bij het begin. <laughs> nee, maar dat, dat klinkt echt extreem flauw, maar dat is eigenlijk nog best wel een serieuze opmerking, ja, eerlijk ja. gezegd. Je moet het vooral niet zo ingewikkeld maken. Nee. nee. Uh, dat heb ik wel gedaan, dus ik weet dan uh, waar ik het over heb. Maar nou ja, het is eigenlijk gewoon. uiteindelijk is het uren maken en een plan maken, want ik heb er wel altijd een plan van tevoren. Van, uh, nou ja, ik heb een aantal hoofdstukken. Denk ik gaat het zo. Sta altijd open voor nieuwe fondsen. Dus het hoeft niet te gaan zoals ik het bedacht had, maar dat je wel enige structuur hebt, zeg maar. Ik bedoel, het is eigenlijk non hebben Je verzint het niet zelf. Je moet natuurlijk uh, ja, gewoon de, de informatie verzamelen ja. en dat noteren. Ja. Dus dat laat zich ook wel enigszins plannen, zeg maar. Dus ik maak altijd wel een duidelijke plan. Uh, ja, en dan is het gewoon uren maken. Uh, okay ja, dat, heb je daar wat aan of ja, zo? Nee, ja, nee, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik moet eerst nog maar eens gaan beginnen, maar en uiteindelijk. Uh, altijd een, <laughs> een groepje meelezers. Dus en dan een paar mensen van je weet van die gaan dingen zeggen die ik echt heel vervelend vind, maar die haal ik er juist bij. Ja, precies. Je ja. Zo uh, beter. Ja, en niet alle. bedoel, je hoeft niet. Kijk, uh, mijn moeder zal altijd zeggen dat het het beste boek sinds Harry Mules is. <laughs> dat is ook leuk om te horen af en toe. Maar daar ja, heb je ja, natuurlijk ja. niet aan om het beter te maken. Nee, alleen. Ik zoek wel altijd bewust een bewuste groepje mensen met bepaalde kwaliteiten, waarvan ik weet, oké, okay, die gaan me ongeveer. Hè, dat, ja, je moet wel uh, kritiek om je heen hebben, anders wordt het niks. Ja. Ja. Nou ja jongens, ik, uh, ik vond het echt, uh, echt leuk om, uh, om ook deze kant van het wielrennen weer een keertje zo te belichten. Ja. Uh, ik wil je nou ook echt uh, super bedanken, Maarten. En uh, mocht je straks een deel 2 ooit gaan maken. Geef ons even een seidje, want dan bellen wij weer eventjes, meneer Jansen. Nou, je, wat, ik zeg, wat ik stiekem wel leuk vind, en dat is, voor mij is dat, ja, ik weet niet zo goed. Ik vind Frans Maas een boeiende man. Ja, ja, ik kan je zelfs wel. dit zeggen: als Frans Maas ooit een autobiografie wil maken, dan moet hij mij zeker bellen. Oké. Okay. Nou, zullen we anders gewoon Frans Maas een, ik een keer ja. Even ja. Even, <laughs> nou, ik vind het een fascinerende man. Ja, dat denk ik ja. ook wel. Ja. Ja. Michiel, uh, probeer het even. Ja, kijk, het is ja. wel een man die. Alles heeft meegemaakt. Ja. Hij heeft mooie momenten, maar hij heeft de mindere momenten. En hij heeft zelf ook nog een hele mooie carrière gehad. Absoluut. Al die toptalenten heeft hij begeleid. Ja, Ik en, denk dat hij uh, dus alle facetten in het wielrennen eigenlijk wel. wel en gehad. Hij, hij blijft ook maar gewoon toch op een bepaald moment ook een beetje op de achtergrond maar doorgaan. Ja. Weet je, waarschijnlijk morgen als deze online komt, dan uh, krijgen we een reactie van Rens Muller. Met uh, het, uh, het vooral, vooral kaas, maar ja. luisteren podcast even. Ja, <laughs> ja, ja, ik wel weet wel niet waar, ja. waar ik aan begonnen ben, maar uh, we, we gaan het horen. Ja, ja. Het zou een mooie boek ja, ja, zou zijn. We komen. kunnen we mooi het begin van een nieuw boek creëren. Zo gaat het. Waarvoor ja, dan dank? Dan, 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 dan halen dan we het openingswoord ja. misschien. <laughs> <laughs> het voorwoord. Ja. Inderdaad, ja. Ja, jongens, we gaan, gaan afsluiten. Peter, laatste woord. Top. Nee, dat was leuk, mannen. Maarten. Dankjewel, hartstikke leuk om hier te zijn. Kerklok gaat dus de tijd. Ja, ja, zeker. Top, ja. Precies. Wilco Ja, het was uh, weer een mooie podcast. Mooie verhalen weer. Oké. Okay. Ja. Goed. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook. Facebook.com slash de la Twitter Arrière C. Instagram podcast Arrière de la En ga ook eens kijken op onze website. wwwarrière de la Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Arrière de la